Ja, ik wilde met Guus de wereld in. Guus is mijn Moto Guzzi V7. En ik had een mooie reis voor mezelf in, op de landkaart gezien, op de wereldkaart. En dat was de reis van Alaska naar Argentinië via de Pan American Highway. Ik doe dat dan op deze, kan ik nu doorklikken? Ja. Ja. Oh, ja. Oh, hier kan het er ook mee. Sorry, het is nog even willen, jongens. Ik doe dat dan op deze motorfiets. Dit is een Moto Guzzi V7. Roepnaam Guus. Uit 1975. Als ik me zo zie staan, realiseer ik me dat het best wel een kwetsbaar ding is. Kijk maar. Hè? Maar vergis je niet, hè? Guus is bulletproof. Hij heeft een enorm blok. En dan pest hij dan 42 pk'tjes pest hij eruit. Twee klepjes per cilinder. Kardan, dus weinig onderhoud. Dat komt goed uit, want ik heb helemaal de ballen verstand van motorfiets. Ik heb altijd wel gereedschap bij, maar ik weet niet zo goed waarom. Dat is eigenlijk meer voor het gevoel. Maar deze motor, wat ik zeg, bullyproof. En hij houdt nooit op met tikken. Het is echt een geweldig ding. Ik heb me wel laten reviseren toen, voor die eerste reis. Dat is goed. Dat was niet goedkoop, maar daar heb ik wel enorm veel vruchten van geplukt. Waarom kies ik voor deze motor? En niet voor een, sorry jongens, als er een BMW 1250 GS vanavond tussen zit, dan heeft hij waarschijnlijk een ongemakkelijke avond. Want dat is een beetje, want veel mensen doen het op zo'n ding. Die hebben daar vertrouwen in, op zo'n dure motorfiets. Maar stel je voor, als jij nou met die dure adventure motorfiets, kan ook een KTM zijn. Als je daar nou, ik noem maar wat, in een land als Nicaragua, een klein dorpje, kom je voor, je stopt voor een huis, dan kan het zomaar zijn dat dat pak wat je aan hebt, dat het duurder is dan het hele huis. Dus om scheve gezichten te voorkomen heb ik een beetje, heb ik deze motor geselecteerd. En dat ging goed. Want als mensen mij zien nu, hè, ik heb mijn helmpje op, mijn potje, ik heb mijn leren jackie aan. Dan hebben ze iets van, jeempie, die gozer ziet er hulpeloos uit. Laten we hem onderdak geven. En als je met die BMW 1250 GS, dan hebben ze iets van, dan heb je weer een westerling. Die komt zijn dure spul laten zien. Met mij is dat niet zo. En dat had ik van tevoren bedacht. En je voelt hem al aankomen, dat heeft gewoon enorm goed uitgepakt. Komt er ook bij dat, dit is toch gewoon rock'n'roll. Zo'n reis door Noord, Midden en Zuid-Amerika, dat doe je op zo'n ding. Ja, vind ik tenminste hoor. Hey, oké. Je ziet hier nu de kaart van Noord, Midden en Zuid-Amerika. Ik ben helemaal bovenin begonnen, je kan dat zien. Je ziet dan Russia, ik ga aanwijzen, wacht, dat kan ik hier doen. Ik ben toen hier begonnen, kan dat zien, het pijltje. Ik ben daar een plaatsje gereden, dat heet Dead Horse. Ik zag dat, ik kwam later, of eerder kwam ik aan in Anchorage, Canada. En ik zat in mijn hostel. En ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in landkaarten. In mijn hostel hingen zo'n ding. En toen zag ik ineens aan de Arctische Oceaan, zag ik het plaatje Dead Horse liggen. Toen had ik iets van, daar ga ik naartoe. Daar ga ik ansichtkaarten versturen naar familie en vrienden. En in 3 jaar tijd ben ik dan heel langzaam, ik had het pijltje volgen langs die westkust. Ben ik helemaal gereden naar de zuidelijkste plaats op aarde. Dat is Ushuaia, in de staart van Argentinië. Even kijken hoor, dan moet ik dit doorklikken. Oh ja, nou, ik neem jullie nog heel even mee naar die eerste reis. Je ziet hier, dit is tijdens die reis van Anchorage naar Dead Horse. Ja, dan moet je echt door Bear Country. Dan ga je echt door de wildernis van Alaska. Je ziet dat het avontuur, dat gaat dan meteen hard van kiet. Want ik heb nu in mijn handen een Derringer, een tweeschots Derringer .45. Die kreeg ik eerder op de dag van een Mexicaan. En die werkte weer in een restaurantje in de buurt van de Yukon River. En die vond dat ik gewapend op reis moest. Ik had alleen een steeksleutel 22, dat vond hij niet genoeg. Want het was begin mei. Al de beren die kwamen uit hun winterslaap. Die hadden hartstikke veel honger. Dan heb ik het over zwarte beren, bruine beren, grizzlyberen, kodiakberen. Hoger in het noorden heb je zelfs paalberen.
Dus ja, dan moet je gewapend, dan moet je jezelf beschermen. En ja, dit is een .45, dat ding, dat schiet kanonskogels af. This is a bear killer, zei die gozer die me dat pistool geeft. Waarom deze foto laat zien? Omdat ik vond zijn instructie, die is nog steeds wel een beetje legendarisch. Hij zei tegen mij, als je nou een beer ziet, hè, dan moet je op zijn poten richten. Met een beetje marzel, door de terugslag, raak je zo zijn kop. Oké, zei ik. En als ik die dan mis, nou, toen zei hij van, gebruik dan het tweede schot voor jezelf. Nou, dat waren de instructies voor de Derringer. Maar je snapt dan wel dat het, de tonen voor het avontuur is dan wel gezet. Ik ben nu heel in de verte, kan je nog een streepje bergen zien. Dat is de Brooks Range, dat is de noordelijkste bergketen ter wereld. Die begint in Alaska, gaat helemaal door naar Canada. Ik sta hier op de tundra. Ik vond het dit was wel een gewijd moment. Want wat hier bijzonder deze plaat is, behalve dat die mooi is, is dat ik hier niks hoorde. Het was stil. Stil als, ja, ik noem maar wat. Gewoon stil als op deze plek. Kijk, er stond geen wind. Hè? Dus ik hoorde eigenlijk niks. Er waren geen muggen. Ik hoorde alleen maar mijn eigen ademhaling. En het ritselen en het kraken van mijn leren jas. Ik had op deze plek, ik ben nu zo'n 300 kilometer van Dertowas verwijderd. Ik ben nu ook zo'n 10 dagen in mijn reis. Op deze plek had ik al het gevoel van, ja, je hebt de juiste beslissing gemaakt om die deur in Nederland achter je dicht te trekken. Want prachtig. Het viel niet mee hoor, om die deur achter me dicht te trekken in Nederland. Maar ik ben altijd freelancejournalist geweest. Ik had mijn eigen toko. En dan moet je op een gegeven moment toch wel je opdrachtgevers bellen met de mededeling van, ik ga dit niet meer doen, ik ga de wijde wereld in. Dus dan gooi je je schijnbare zekerheden, die gooi je overboord voor een ongewisse avontuur door de wereld. Maar hier heb ik iets van, ik ben dan 12 dagen onderweg. Paulus, je hebt het goed gedaan. Dat is een goede keuze geweest. En dan rij ik zo heel langzaam, rij ik via Canada, dan krijg je Yukon, British Columbia, dan kom je in Amerika terecht en dan volg ik langzaam die 101, die coastal highway langs de stille oceaan. En dan ga ik bij, Tijuana. Ga ik Mexico binnen, krijg je Baja California. Het was dan zie je me hier rijden. Kijk maar, ontzettend warm, 52 graden. Ja, en het koudste wat ik heb gehad ooit is 31. Dus er zit dan 83 graden verschil in. Ja, dit is een goede plaat. Hey, deze neem ik op Baja California. Ik was al de hele dag op zoek naar een mooie foto. Want ik moest een verhaal van Motor Magazine schrijven. Ik had een opener nodig. En vanuit mijn ooghoek zie ik die cactus met het rare wiel ernaast. Toen had ik iets van, ja, dat moet ik zijn. Maar het is wel 's middags 12 uur. En dit is foto nummer 31. Toen pas vond ik hem goed genoeg. En ik zet hem op timer, zelf ontspannen. Dan heb je 10 seconden om een goede pose aan te nemen. Met zo'n leren jekkie aan ook nog. Foto nummer 31, bang, was ermee klaar. Ik kreeg een zonnesteek. Hoe weet je dat? Nou ja, dat heb je wel snel aan de gaten hoor, als je een zonnesteek hebt. Je voelt je heel raar, je voelt je moe. En op een gegeven moment zag ik ook zelfs, ik zag mijn omaatje van 93. Die zag ik langs de kant van de weg staan met een spandoek. Ja, dan weet je dat het niet goed gaat in je kop. Ik kwam bij een restaurantje aan. Ja, en daar hebben ze gewoon een zootje water over me heen gegooid. En ze zagen mijn nood. Hè. Ik heb veel water, veel zout op bed gereden. En dan kon ik gewoon weer door. We zijn inmiddels in Mexico, we gaan nu Guatemala. Ik sleep jullie even door die eerste reis. Waarom laat ik deze foto zien? Omdat ik vermoed dat ik met deze foto een enorme trend heb gezet. Ik zie nu al die custom motorfietsen, al die oude dingen, zie ik met terreinbanden zie ik die rondrijden. En ik deed dat al, dit is 2005 nog steeds, nee 2006 deed ik het al. We zijn nu in Guatemala in de buurt van Lago Atitlan. Ik had nieuwe banden nodig en dit zijn ze geworden. Noppenbanden, $40 voor een setje. Nou, daar doe je dan ook 500 kilometer bij. De karakteristiek van deze band was dat hij het eigenlijk best wel aardig deed op terrein. Maar toen ik hem op asfalt reed, wilde hij er eigenlijk maar één ding. En dat was rechtdoor. Ik ga naar, even kijken hoor. Is dit allemaal een beetje te volgen, jongens? Ik bedoel, er is niks aan. Oh ja, wordt een zee. Ook moet ik stilzitten?
Ja, ik beweeg nogal veel. Over zeeziek gesproken. We zitten nu op zee. Kijk, als je naar Colombia wil reizen vanuit Midden-Amerika, dan kom je de Darien Gap tegen. Dat is een stuk oerwoud. Dat is niet te asfalteren. Dat is onzin. Alles is te asfalteren in de wereld. Maar als ze dat stuk gaan doen, dan komen al die Zuid-Amerikanen komen in één. Die kunnen één adem kunnen ze door naar Noord-Amerika. Dus dat willen ze niet. Dus dan moet je een boot pakken. Dit was de Stalratten, een mooie boot, bestuurd door Duitsers, gemaakt in 1900 in Nederland. Ja, een vijfdaagse trip. En dan kom je dus dit soort mooie mensen tegen. Dit is door de Caribbean, dit is een archipelago, San Blas. Die werd bevolkt door de Cunanianen, dat zijn de Indianen. En ja, wij verplaatsen ons per motorfiets en zij vooral met het bootje. Kom je in Colombia aan. Zit ik niet meer te wiebelen nu? Goed bezig. Leuk hoor. Goed zo. Dank je. Oké, ik zit ondertussen. Kijk ik even mee met een schuin oog naar rechts om te kijken of alles goed gaat. Ik zat te veel te wiebelen. Ja, ik ben nogal. Ja, oké. Dus dat moet je maar een beetje voor lief nemen af en toe. Ik zit ook op een heel wiebelig stoeltje. Kijk maar. Hey, we komen in Colombia aan, hè? 2006. Ja, dan rij je echt een conflict binnen. Ik heb toen 2 maanden in Cartagena gezeten. Want ik was toch wel een beetje bevreesd voor de situatie. Toen ik uit Cartagena vertrok, zeiden mensen: pas op voor het conflict, pas op voor onze soldaten. Ze gaven me ook een tip, hè. Als je rubbelen laarzen ziet, dan heb je problemen. Dan moet je meteen omkeren. En als je, want dan heb je te maken met de guerrilla. Guerrilla zit veel in het oerwoud. Zien ze dit nu ook? We zijn ondertussen nog wat filmpjes aan het invoegen. Er ging wat mis met de techniek net. En dat gaan we nu, zijn we nu ook nog doen. Dus als je iets raars ziet, dan is dat het. We waren bij de hand gehad. En neem ik ondertussen een slokje water. Jullie zitten waarschijnlijk aan het bier. Moet ik doen? Moet ik stil blijven zitten? Oh, je gaat nu. Kan ik door blijven praten? Oh ja, we zagen dus die foto met die handgranaten. Ik zie dus op een gegeven moment, ik zie allemaal soldaten. Ik ben hartstikke bang. Mijn hart klopt in mijn keel, maar ik kijk dus meteen naar het schoeisel. En dan zie je leren kisten. Dat zijn dienstplichtige militairen. Die vervelen zich de hele dag. Ja, die moeten die wegen bewaken. Die vervelen zich. En dan komt er eens een pajasso, een clown uit Nederland, die meteen sigaretjes uitdeelt. En met frisdrankjes ook. Ja, en dan heb je meteen een sfeertje gekweekt. Daar ben ik goed in hoor. Ik kan dan een paar minuten tijd, kan ik mensen voor me winnen. Nou, dit ging zo goed dat ik zei tegen die gasten: joh, ik kom uit Nederland. Mijn fam en mijn volgers die hebben leuke foto's nodig. Dus hang die handgranaat even over mijn stuur. Dat doen ze, hè. Hé, hey, daar ben ik mijn muis kwijt. Ja, dat doen ze. Even kijken hoor. Ja. Oké, deze moet ik dan even klikken. Ja. Nou ja, hetzelfde lakenpak. Ik heb het nu nog over die jongens. Dit is 12 jaar geleden. En ik weet zeker dat zij het nog steeds over mij hebben gehad. Want het mooiste van het reizen is dat je onderweg van die kleine ontmoetingjes hebt. Je maakt leuke mensen mee, leuke avonturen. Dit is er gewoon weer een van. En plus, goede foto's. En ik heb hier een strak verhaal, ook voor mijn boek. Moet ik nu doorklikken? Hoe werkt dit? Ik zie. Oh, dan moet ik deze kleiner maken. Sorry jongen, ik moet even wennen hieraan. Daar kan ik niet doorklikken. Oh, deze, hier. Kan je het wel zien? Ja. Oké, we gaan even door. Maria, dat is mijn grote liefde. Die kwam ik in Ecuador tegen. In your face. Ja, dit is een Glock. Maria, dat is een beetje een gecompliceerde vrouw. Wel een hele mooie vrouw. Dat is de reden dat ik 8 maanden bij haar ben gebleven. Maar toen het echt een beetje te heet onder mijn voeten werd, ben ik vertrokken. Als je dit hele verhaal wil weten, lees je mijn boek Man in het Zadel. Er zat ook nog geluidsdempers. En ze was nog jaloers. Dus na 8 maanden... moet je gewoon door. En dat heb ik ook gedaan. En ik ben blij dat ik het. Dit is toch wel een van de linkste dingen die ik gedaan heb in mijn leven. Met deze vrouw 8 maanden optrekken. Dus meteen door. Maar kijk, alles is niet wat je denkt, wat je ziet, hè. Zo zit Maria er in de echtheid. Wacht even. Ja. En dan. Ik moet af en toe even kijken, jongens. Dan zie ik geen pijltje. Moet ik nou door?
Oh ja, weer een vrouw. Oh, dat verrast me. Dit is Anne uit Nederland. Ik ben nu in Bolivia aangekomen. En ja, ik ben nu La Ruta del Che aan het volgen. Dat is een route in het noorden van Bolivia, waar Che Guevara met zijn guerrilla-leger van 55 man plus één vrouw, die wilde daar een nieuwe revolutie beginnen. Is niet gelukt. Ik ben in zijn voetspoor. Ik ben bezig met een mooi verhaal over. En Anne stond gewoon te liften langs de kant van de weg. Dus ik heb haar meegenomen. En dan gaan we weer. Kan ik nu... Ik krijg hem weer niet doorgeklikt. Of wel? Oh, wel joh, tuurlijk. Nou, nog eentje, Bolivia. Je ziet wel een beetje dat ik in die reis ben gegroeid. Ik ben nu 3 jaar onderweg. Niemand maakt mij wat. Ik heb over mijn avonturen heb ik een... dat is niet het foto die ik zoek. Ik heb daar... Het is nog even wennen, jongens. Ik wilde zeggen, ik heb hier een heel mooi boek over geschreven. Maar dit is niet het boek wat ik wilde laten zien. Dat is Man in het Zadel. En ik ben eigenlijk... Ik wilde eigenlijk een jaartje reizen. Ik wilde ontgiften. Al die stress die moest uit mijn lijf. En ik ben 3 jaar heb ik over die reis gedaan. Dus en ik ben eigenlijk pas... na iets van 10 jaar ben ik voor het eerst weer thuis gekomen. Want dit is de reden dat ik ben gebleven. Nou, kan ik hier... Waarom moet ik nou kijken? Ja. Ik hoor niks. Hoorden zij wel wat? Maar horen zij dit? Steek eens een duimpje op, jongens, als je dit kan horen. Steek eens een duimpje op, jongens. Want dit waren hun eerste woordjes, hè? De eerste jongetje wat je ziet is Santiago. En het ventje wat erachter zit is Sebastiaan. Dat zijn mijn tweeling. En het allereerste woordje, nee, het tweede woordje wat hij sprak, Santiago, was moto. Nou, dat is geen toeval natuurlijk. Mooie ventjes, hoor. Kijk eens, nu met het leuke mutsje op is Santiago en dat andere ventje is Sebastiaan. Ik heb in Nederland, zal je verklappen, ik heb nog nooit over het vaderschap, ik heb nog geen seconde over nagedacht. Maar dit is me overkomen. Ik heb in Sucre in Bolivia ben ik een mooie vrouw tegengekomen, Roxana. En voor ik het wist had ik haar een tweeling in de schoot geworpen. Zeg me nee, dan krijg je er twee. Die jongetjes zijn me alles. Elk cliché wat je over kinderen los kunt laten, dat klopt gewoon. Ze geven me zoveel vreugd. En we zijn ook de 3 vriendjes, hè. Ik ben een oudste. We zijn los tres amiguitos. Ik ben de oudste, de wijste. Ik ben een leidsman. En ondertussen maak ik me gewoon veel lol. Hier zie je... dit is 2014. Nederland heeft net tegen Spanje gespeeld. Ze hebben dat weergeloze doelpunt van Persie hebben ze gezien. 1-1 tegen Spanje, die mooie kopbal. En sindsdien zijn ze groot fan van het Nederlandse elftal. Wel even nog kleine opmerking. Die jongetjes die waren al vanaf dat ze in de baarmoeder zaten, waren ze fan van Real Madrid. Nou hebben ze afgelopen dinsdag ook gekeken hoe Ajax gehakt heeft gemaakt van Real Madrid. En nu hebben ze Ajax-snoetjes besteld. Dat wou ik toch al even genoteerd hebben. Toch? Hey, tof verhaal toch? In 2005 mei, ik trek die deur achter me dicht en ik maak alleen maar leuke dingen mee. Hè? Eigenlijk kunnen we gewoon verhuizen. Eigenlijk kunnen we gewoon naar huis. Maar helaas heeft elk mooi verhaal die heeft een zwart randje. Een raafrandje, deze ook. Het punt is dat het tussen mij en Roxanne van meet af aan eigenlijk niet zo goed liep. Het ligt niet zozeer aan haar of aan mij, waar we alle twee met hele goede wil zijn met dit avontuur gestapt. Maar ja, af en toe heb je toch ook iets van onverenigbaarheid van karakters, onverenigbaarheid van beide culturen. Kortom, het werkte gewoon niet tussen ons. Uiteindelijk liep het zo uit de hand, escaleerden de dingen zo erg dat ik teruggekomen ben naar Nederland. En toen, dat was in november 2015. Dat was even slik hoor. Dan moet je je ventjes achterlaten. En ik stond op Schiphol hoor, met €2 in mijn broekzak. Ik had ook nog een verfromfraaid briefje van 10 Bolivianos. Dat zag er niet best uit. Kom bij, dat is journalistiek. Het medialandschap was compleet veranderd.
toen ik vertrok was er gewoon veel werk en ben je normaal betaald voor de stukken die je schreef. Door 2008, door die crisis die we hebben gehad en ook de opkomst van de smartphone, is de journalistiek een vak dat is gewoon uitgehold. Als je al veel freelancer, krijg je slecht betaald. Ik realiseerde mij, mijn vak bestaat niet meer. Ja, wat moet je dan? Ja, dan kom je dus op een zolderkamertje terecht in Utrecht. Anneke, dat is een vriendin van mij van een school van journalistiek, jaren geleden. Die was zo aardig om mij een zolderkamertje aan te bieden. Nou, what you see is what you get. Je ziet een broodje, een onopgemaakt bed en meer was het niet. Ik heb daar geloof ik iets van 8 maanden heb ik de mussen uit het dakgoot lopen verjagen. Puur uit ergernis, puur uit stress. Want ik realiseerde me dat ik niks kon. Moest kijken, dit was kerst 2015. Kerst 2015. Slechte whisky ook nog. Het geeft wel een beetje aan hoe mijn leven op dat moment is. Gewoon redelijk uitzichtloos. Ik heb gewerkt hoor, ik heb geschilderd. Ik had een paar grote schilderklussen. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Daar kon ik wat rekening mee betalen. Ik heb hier en daar wat tuintjes omgespit. En dat was het. Dat was niet best. Dat was toch wel de zwartste periode in mijn leven. Want ik realiseerde mij dat ik mijn kindjes aan het raken was. Kijk, mijn werk bestond niet meer. Ik had kunnen solliciteren. Noem maar wat. Ik zeg altijd, ik had solliciteren als... Ik hoop niet dat die ertussen zit. Laatst kostte me dat een boek. Een verkoop binnendienst, hè. Leuk, krijg je een goede baan. Maar dan mag je 1 keer in 2 jaar... heb je dan misschien net genoeg geld of vakantiedagen opgespaard om een jongetje te kunnen opzoeken. Dus ik realiseerde mij toen, ik ben hier mannetjes van mij, ben ik aan het kwijtraken. Dus ik moest wat. Kijk, toen ik die eerste reis afronde van Alaska naar Argentinië, 3 jaar... dan ben je eigenlijk al de lul hoor. Dan kan je niet meer terug naar de rust en de routine en de regelmaat die we in Nederland kennen. Dan moet je door, het zit dan in je bloed. Het de avonturen. Oké, top. Ik kreeg even wat instructies. Dus ik moest wat. Je bent de lul, hè? Oké, daar waren we gebleven. Dus toen wilde ik door gaan reizen. Ik wilde van Tokio naar Amsterdam rijden. Maar ja, dat ging niet. Dan kreeg die kindjes. Maar nu kwam dat idee, dat kwam dan weer terug. Dus ik, oké, weet je wat? Ik ga van Amsterdam naar Tokio rijden. En dan kom ik op die manier weer bij mijn kinderen. Nou, ik zie de logica niet helemaal. Jullie waarschijnlijk ook niet. Ik zal even uitleggen waarom ik dit zo bedacht had. Als ik naar Tokio rij, dan zit in ieder geval weer beweging in mijn leven. Dan komen dingen goed. Dat heeft het leven aangetoond. En als ik dat doe, dan heb ik ook genoeg informatie om een boek te kunnen schrijven. En als ik die informatie heb, dan heb ik ook een hele legitieme reden om weer naar mijn jongetjes te gaan. En dan kan ik voor langere tijd kan ik bij ze zijn en kan ik aan hun zijde kan ik mijn boek schrijven. Dat was de gedachte van die Tokio-reis. Nou ja, maar ik vertelde al dat ik aan het schilderen was en hier daar een tuintje omscheppen. Met dat werk zou ik in geen jaren zou ik die reis naar Tokio bij elkaar kunnen schrapen. Dus toen deed ik iets wat ik by far het allerengste vond wat ik in mijn leven heb gedaan. En dat is dit. Even kijken hoor, waar moet ik nou naartoe? Oh ja, dit. Even groter klikken. Wow, ja, dit is geldvraag. Wat ik wil op vakantie naar Japan, even kort door de bocht. Ik wil naar Japan en jullie gaan het voor mij betalen. Ik ga crowdfunden, ik ga het gewoon proberen, kan mij het schelen. Ik vraag 12.000 euro, dat is veel geld en er wordt veel gecrowdfund in deze dagen. Maar dit is een andere campagne, dit is een donatiecampagne. Je krijgt hiervoor, je krijgt niks terug, je krijgt geen... Veel mensen doen het om een kroeg te beginnen. Je krijgt geen geld voor bier. Je krijgt er geen winstuitkering. Geen 5% rente. Bij mij krijg je niks. Alleen beleving, emotie. Wat ik jou beloof op deze manier is dat ik je meeneem achterop. Virtueel achterop. Achterop de oude Guzzi op weg naar Japan. De bedoeling is natuurlijk dat ik het boek schrijf. En je krijgt nog, je kan ook een boek krijgen. Maar eigenlijk is het de bedoeling dat jullie dit mij gewoon gunnen. Ik vond het eng hoor, want
Ja, van hetzelfde geld lukt het niet. Dan ben je altijd het lulletje wat van onze centen naar Japan wilde en het gewoon niet voor elkaar krijgt. Je krijgt 3 maanden om dit te doen, hè? Om zo'n campagne op te zetten en om die ook succesvol af te sluiten. Stel, je had een week voor de deadline, heb je 11.000 euro op zak, dan moet je alles terugstorten, dan gaat het hele feest niet door. Ja, toen gebeurde er iets heel wonderlijks. Ik heb iets, denk dat ik 6, 7, misschien hooguit 8 berichtjes heb geplaatst op Facebook. En binnen 2,5 week had ik dit geld op zak. Ja, ik zeg het nog maar 1 keer. Ik heb het al 10 keren gezegd. Ik weet zeker, er zijn mensen die mij gesteund hebben. En mijn dank is groot en eeuwig. En door jullie steun zit ik ook met jullie nu te praten. Dat houdt in dat het boek is verschenen, dat alles goed is afgelopen. Dus ja, veel dank. Nogmaals, veel dank ervoor. En na 2,5 week was het rond. En dan ben je wezen, ben je gewoon good to go. Ik had nog aanloopkosten. Ik heb die 12.000 niet echt in mijn zak gekozen. Ik denk dat ik nog 8,5 zo'n beetje had ik over. Ja, dan is het gewoon keihard vertrekken. Dan moet deze verkleinen. Ja, en dan kan ik door. Oké. Kijk even met me mee naar die kaart. Amsterdam en Tokio. Dan heb ik hem even nodig. Kan ik hem even aanwijzen. Kijk hier dat speldenprikje. Waar nu mijn muis past er niet eens in. Dat is Nederland. En ik ga dus eigenlijk in een... Dit is zo'n beetje de bedoeling. Europa. En dan... Hoppatee. Dan ga ik hier naartoe. Hier ligt Tokio. Ik heb het gedaan. En ik kan je verklappen. Het is echt een pok in het rijden. Kleiner maken. Door. Oké. Dan vertrek ik vertrek in november. Dan zou je kunnen denken, ja, waarom vertrek je in november? Waarom doe je dat niet in de zomer? Nou, als je gaat reizen van Amsterdam naar Tokio, je wil er ook een jaar voor uittrekken, dan kom je die winter altijd tegen. Koet. Kijk, als je wacht, dan kom je tegen in Siberië en dan hoort het gewoon min 60. Dat kan je niet. Hè? Dan bevries je. Dan moet ik als een soort marmeren beeld uit mijn zalen worden gehezen. Dat is niet de bedoeling. Dus laat die winter maar komen. Laat die ook meteen maar komen. En met die winter heb ik ook iets van... Ik heb nog nooit in de winter gereisd. Ja, die eerste reis, en dan heb ik een dag in een sneeuwstorm gezeten op weg naar de Dead Horse. Maar ja, echt langdurig om die winter... Om echt die winter echt puur te ondergaan, had ik nog niet eerder gedaan. Ik heb alleen maar zon gehad, net als jullie allemaal. En ik wilde gewoon weten hoe het is om in kou te kunnen reizen. Om ontberingen te leiden, zeg maar. Vergeet je niet, ik moet ook een boek schrijven. Hè? Dus als ik dit in de zomer doe, als ik stel, ik ga die Alpen over. Ik doe het in de zomer. En ik ga in een soort file, ga ik al die passen op van het ene terrasje naar het andere. Dat heb geen verhaal. Dus... Ja, laat maar komen die winter. Ik heb niet zoveel bij me. Mijn budget is ook te krap om hotels te gaan, dure hotels te gaan zitten in Europa. Dan ben je al gauw 40 euro kwijt. Doe ik het niet voor. Dus gewoon een tentje me nemen. Ik heb een slaapmatje. Ik heb wat gereedschap bij me, kleren. Vergeet je niet, ik ben helemaal nieuw gestoken door Motorport. Dat zijn mijn grote vrienden. Ik heb, mijn outfit is nieuw. Ik heb een leerjackie, open potje. Ik heb wel goede broeken. En gewoon gaan, vertrekken. Oh, naar mijn huis. Is het een beetje te volgen, jongens? Even kijken, hoor. Oh ja, naar die Alpen. Het is eigenlijk wel een mooie foto. Hey, waarom laat ik deze foto zien? Omdat het de eerste keer in 15 jaar is dat ik gewoon weer sneeuw zie. Ik was zo blij. Eerste sneeuw. Ja. Dit komt later. Ja, iemand zit naast me en daar krijg ik af en toe een instructie van. Maar deze was niet nodig. Even een slokje water. Neem jullie even een biertje. Hey, is dit te volgen? Ben ik nog druk? Want net zat ik veel zo. Want ik zit op een of ander laag krukje. Sneeuw. En mijn eerste reisdoel is Mandello de Lario. Hè? Dat is daar staat de Moto Guzzi fabriek. Het ligt aan het Como meer, noorden van Italië. Ja, daar moet ik natuurlijk naartoe. Guus is daar in 1975. Is die daar geboren, zouden wij de wereld in. Dus daar moet ik naartoe. Dat is een... kijk, hier heb je hem. Kan het ook zo? Ja. Wacht even hoor. Ik doe hem even wat groter.
Nou, ik weet zeker als de Moto Guzzi-rijders nu zitten te kijken, die hebben deze foto ook. Dit is gewijde grond. Als je een Guzzi hebt, dan heb je deze plaat. Dan heb je ooit een keer voor die poort van de fabriek gestaan en maak je die foto. En die foto is dan ook het bewijs dat je die helse tocht over de Alpen, dat je hebt overleefd. Hè? Ik was al een paar keer eerder geweest, maar ik vond het nu belangrijk. Kijk wat ik zei, 1975, Guus is die deze poort verlaten. Hebben ze zo de wijde wereld ingestuurd. En nu is hij terug, na al die tijd. Voor het eerst, hè. Dus een belangrijk momentje. Ik moet zeggen, ik heb mijn hand toch wel even tegen die koude deur gehouden. En mijn ogen gesloten. En namens Guus heb ik de verantwoordelijke van Moto Guzzi bedankt voor het enorme puikenwerk wat ze in het geval van deze motor hebben gedaan. Ja, dan kan je door. Dan heeft iedereen zijn zegening te pakken. Ik wil naar het zuiden van Italië rijden. Ik heb niet veel routes in mijn hoofd. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Als ik ooit maar een keer in Tokio kom. Maar ik had wel bedacht dat misschien de hak om naar de hak te rijden van Italië. En dan over te stappen, over met een boot te pakken naar Griekenland. Ik had nog een zwembroek bij me. Zou ik nog even gaan zwemmen? Dat is het doel. Maar in Milaan kom ik bij een benzinepomp. En dan zie ik ineens... Bij een benzinepomp aan de muur hangt er zo'n enorme kaart. En kaarten, daar heb ik iets mee. Die zuigen me echt een land in. Die laten me ook mogelijkheden zien. En wat ik toen zag, is dat de zegeningen op twee manieren het land binnenkomen. He? Je had dan rechts halverwege heb je Rome. Ik denk, nou, als ik daar naartoe ga, dan komt er wel iets van de Heilige Geest zal dan op mij neerdalen als aanmoediging voor die krankzinnig lange reis. Maar ik zag tegelijkertijd aan de linkerkant zag ik het plaatsje Tavuglia. Hey, let op, hè, Tavuglia. Tavuglia is de woonplaats van Valentino Rossi. En wie is Valentino Rossi? Dat is de god van de motorracerij. Toen had ik me bedacht van, als ik daar naartoe rijd en ik scoor een handtekening van zijn heiligheid, Valentino Rossi, op de tank van de Moto Guzzi, dan zou dat een aanmoediging zijn voor Guus, voor de lange reis die mij nog te wachten staat. Dan kun je wel denken, joh, waar gaat dit over? Maar ik geloof er heilig in, hoor. Ik geloof in karma, ik geloof in goede energie van mensen. Kijk maar, ik heb hier van die bandjes om. Die heb ik nog steeds van de laatste reizen. Die mensen geven mij dat. En dat geven ze met de beste bedoeling. En het is een overdracht van energie op een of andere manier. Overdracht van goede energie. Kijk, als je niet zoveel geld hebt zoals ik, dan kun je niet zo makkelijk corrigeren. En goede energie van mensen, ja, die brengen mij gewoon verder. Die brengen mij verder op weg. Nou, ik gooi een kopjes Valentino Rossi. Munt is de paus. Dolgelukkig was ik toen ik zag dat de kop werd. We gaan naar Tavuglia, naar Valentino Rossi. Daar ga ik dus een handtekening scoren en nu moet ik die hand. Zometeen heb ik die handtekening van Valentino. Ja, oké. Okay. Ja, ondertussen praat ik nog even met de technische man naast me. Oké, we gaan naar Tavuglia. Tavuglia ligt aan de Adriatische Zee. Beetje iets onder Rimini. Dan moet hij kleiner, geloof ik. Hè? Waarom gaat hij nou niet? Oh, ja. Even jongens, het is nog af en toe een beetje wennen. Oeh, ja, hier heb je hem. Tavuglia, kan je het nog lezen? Hè? Hier zijn veel mensen geweest, hè? Heel veel fans van Valentino Rossi. Het is een mooi dorp. Denk zo'n 7000 inwoners. Mooi gebied van Italië, glooiende landschap, mooie bergen. En het leuke van Tavuglia was dat binnen een straal van zo'n 5 kilometer zijn al die lantaarnpalen, daar hangt in de top hangt al zo'n puntvlaggetje met VR46. Valentino Rossi met zijn startnummer. Daar is niet aan te ontkomen. Als je dan verder het dorp in rijdt, met een paar van die fraaie bochten, die zie je op elke huis, in elke winkelruit, hangt wel een grote poster van Valentino. Dus er is gewoon niet ontkomen aan die kerel. Ik ben nu in mijn hostel. Valentino die ligt aan mijn voeten. Het is Valentino voor en na. Hey, ik ben toen naar het management gegaan. Want ik had iets ik kwam maar binnen zo van, joh, ik ben Paul van Hoven, ik ben schrijver. Valentino moet mij ontmoeten. Maar vette pech. Hij was niet in town. Hij was daar gewoon niet. Ik heb echt aangedrongen, hoor.
Maar hij wilde zijn bezigheden, wilde die niet verleggen om mij te ontmoeten. Trouwens, hij was ook niet eens in de buurt, joh. Ja, dan begon ik toch wel een beetje te piepen. Want zonder die handtekening van Tino Rossi kan de hele onderneming, of beter gezegd Guus, wel eens in de soep lopen. Dus ik was niet blij. Ik ben toen wat winkeltjes afgegaan. Gewoon met de vraag gesteld, komt Valentino hier wel eens? Ja, nee, ja, soms. En op een gegeven moment kwam ik bij een tabakswinkeltje. Want ik had elektronische sigaretten en mijn vloeistof was op. Dus ik loop te bidden, daar hadden ze allemaal niet. En ik vroeg ook weer of Valentino er wel eens kwam. Ja, ze zagen hem wel eens voorbij lopen, maar binnen kwam hij niet. Maar, zei iemand, een klant, die zei zijn vader, Graciano Rossi, die komt hier elke dag. Elke dag komt hij een krantje kopen. Spijtig voor jou, maar een half uur geleden heb je hem gewoon gemist. Hij was hier. Toen had ik iets van, hey, Graciano loopt hier gewoon in het wild rond. Toen had ik ook iets van Graciano, hè. Ik zei, ik zag Valentino als God. Maar als God een vader heeft, dan kan hij nooit God zijn. Dan is de vader God. Ben je er nog? Dus Graciano is God en Valentino is Jezus, hè. Dus ik heb Valentino helemaal niet nodig. Ik heb die Graciano heb ik nodig. Voor een handtekening op Guus. Ja, hoe kom je daar? Ja, diezelfde kerel, hij heette Primo, die zei, joh man, hij woont hier vlakbij. Hartstikke aardige kerel. Heel benaderbaar. Dus ga maar mee. We gaan op naar een handtekening. Nou heb ik dat filmpje nodig. Dit is... En gaat het me lukken? Dat is de vraag. Het is een beetje improviseren. Nee, dat is natuurlijk helemaal niet... Ja, hoor je dat geluid nu? Oh ja. Oh ja. Nou ja, ik wilde... Het zou natuurlijk een enorme verrassing moeten zijn. Gaat het me lukken? Oh, grazie, grazie. Het is gelukt. Dat is hem. Graciano was een best een grote, hè, in de motorracer. Zelf ook gescheurd. Begin eind jaren 70, begin jaren 80, gooit je die hoog in. Ja, nu heet het de motor. Toen werd ik eigenlijk niet. Werd er ook maar heel hard gereden. Maar in 82 is hij iets met 230 km per uur van zijn motor afgevallen. Daar heeft hij hersenletsel aan overgehouden. En sindsdien is hij gewoon vooral bekend als de vader van. Maar wel een hele speciale kerel. Hij was heel aardig. Hij had ook echt veel zin in mijn Guzzi. Maar je ziet ook dat hij drie keer gaat hij door zijn knieën, hè, voor Guus. Drie keer. Dus daar had ik iets van. Om nog even bij die symboliek te blijven. Die symboliek die voor mij heel belangrijk is. Ik sta nu in het centrum van Tavulia. De handtekeningen zijn geplaatst. En ik realiseer me drie handtekeningen. Op de tank, op het voorspelbord, op het zijkopje. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nou, toen had ik ook iets van, joh, mij kan niks meer gebeuren. Wat ik je vertelde is dat ik nog wilde gaan reizen naar de hak van Italië. Maar ik realiseer me ook dat het nooit beter gaat worden in Italië. Dus ik ga iets doen wat ik nog niet eerder heb gedaan. Dat is de Balkan verkennen. Ik vertrek in de buurt. Ik ben de naam even kwijt. Maar het was in ieder geval hartstikke koud toen ik vertrok uit Italië. Min 1 graad en er stond ook best wel wat wind. En die wind die kwam uit de Balkan. Dus ik zette me echt schrap voor de kou die komen ging. Nou, als dit dan het volgende beeld is. Ik sta nu op de Balkan in Kroatië ben ik. Ik was echt enorm verrast. Ik zit zelf ook nog even in de foto. Door het enorme mooie weer. Het was gewoon 15 graden. Ik heb mijn jas open geritst. Ik heb mijn zomerhandschoenen aan. En ik volg nu de Jadranska Magistrale. Dat is een hele mooie kustweg. Even kijken, Ancona geloof ik. Dan hier pak ik de boot en dan ga ik naar Split, even mijn pijltje volgen. En nu ben ik heel stijf langs de kust, ben ik de Jadranska Magistrale aan het volgen, tot aan Dubrovnik. Ik geloof uit mijn hoofd zo'n 250 kilometer, prachtige weg. Maar ik realiseerde me ook dat die weg, de Jadranska, dat die in de jaren 90... Ja, die lag ook onder vuur. Er werd ook gevochten. Dubrovnik bijvoorbeeld. Dat is dan die havenplaats. Die is maandenlang is die stad bestookt door de Servische marine. Ja, ik vond het wel wonderlijk. En dat is ook een van de redenen dat ik mijn reis wil vervolgen via Kosovo. En niet, ik wil niet naar Servië. Want die waren voor mij nog steeds de bad guys, weet je. Even kijken. Wacht
Wat tijdens filmpje doet de speaker. Oh, doet de speaker het niet. Oké, dus ik kan niet praten. Als ik een filmpje maak, dat maakt niet uit. Hey, oké, heb je hem nog even vast? Ik krijg af en toe een instructie door, hè? Dus vandaar. Dus ik ben lekker aan het meanderen langs die kustweg. Moest kijken, joh. Ik ben eigenlijk meer bezig met mijn zonnebril. Ik had er een paar bij, want dan wil ik kijken hoe die bestaat. Dan ik bezig was met die kou. En het, so far so good. Dit is een binnenmeer, binnenzee in Montenegro. Daar zijn we inmiddels. Ja, allemaal prachtig. Maar ik vond het ook wel een beetje saai op een of andere manier. Kijk, ik zoek avonturen. En als dan continu die zon in mijn gezicht staat te branden. Ja, dan kan ik er niet zoveel mee. Ja, en dan via Podgorica. Dit is de hoofdstad van de Montenegro. Het is een heel klein landje. 600.000 inwoners. Een bergvolk. En ik wist als ik verder naar boven rijd, naar het noorden, dan gaat de weg stijgen en dan wordt het gewoon koud. En nu heb ik een filmpje nodig, hebben we dat? Dat is een eerste, ik denk dat het is. Ik laat je zo even een indruk zien van de allereerste sneeuw die ik... Oh, nu kunnen ze me weer horen. Oh, dan moet ik me niet oppassen. Hè? Als het filmpje is, dan kunnen jullie mij niet horen. Oké. Waarom laat ik dit filmpje zien? Omdat het de allereerste keer is dat ik het koud had. Dus dat werd ik gelijk echt behoorlijk koud ook, hoor. Met min 5, min 6, min 7. Maar ik vind het niet zo erg. Want ik vroeg om die kou. Ik wil het avontuur. Ja, en als ik dan een beetje koude tenen krijg, dan moet ik niet gelopen miepen. En ook belangrijk, ik proef zout op mijn lippen. Hè. Dus ik weet dat de weg gewoon safe is, dat ik gewoon door kan rijden. Maar ondertussen had ik het inderdaad wel koud. Ik loop even door, ja, dan krijg je het filmpje. Deze foto, ik ben nu richting Kosovo aan het rijden. Waarom laat ik deze foto zien? Heel simpel, omdat ik hem mooi vind. Kijk... Ik wilde weten wat het is om in de winter te rijden. En ik realiseerde me niet, nu pas ook weer, dat het gewoon het landschap, het wordt feeriek, dat wordt prachtig. En wat ik ook vermoed, als je dit in de zomer doet, dit is zo'n mooi punt, dat het echt zo'n toeristisch zo'n punt om foto's te kunnen maken. En dan sta je daar met z'n tienen, moet ik over de ruggen van de mensen heen, moet ik een fotootje maken, heb ik helemaal geen zin in. Het liefst rij ik alleen, het liefst... Ja, onderga ik dit avontuur met zo min mogelijk mensen om me heen. Het liefst doe ik gewoon in mijn eentje door die mooie landschappen. Ja, en ik heb hier gewoon een half uur gestaan. En ik kom gewoon niemand tegen. Ja, dan ben ik op mijn best. Ik vertel je dat ik graag naar Kosovo wilde. Hè. Ik wilde niet naar Servië. Dat is geen goede insteek hoor. Want ik van tevoren, ik heb natuurlijk wel die krant allemaal goed gelezen vroeger, in de jaren 90 over die oorlog. Ik heb dat allemaal goed voor mezelf gedocumenteerd. Maar eigenlijk moet je eerst zelf in een land kijken en dan moet je oordelen wat je van de mensen vindt. Dus het feit dat ik Servië links wil laten liggen en naar Kosovo, dat is, ja, dan ben je bevoordeeld, deel. Dan neem je stelling, dat mag eigenlijk niet. Ik werd ook meteen afgestraft op een of andere manier, want ik kom bij een grens aan en dat bleek dus de Servische grens te zijn, terwijl ik in de veronderstelling was dat het de Kosovaarse grens was. Kijk, ik heb gewoon een afslag gemist. Er lopen vier wegen in Montenegro. Waarschijnlijk zag ik ergens een mooi meisje langs de kant van de weg staan. Want ik miste het ene bord dat zegt, je moet rechtdoor. En ik ging linksaf. Nou ja, dan kom je dus toch in Servië terecht. Hè? Wat ik zei, ik vind het niet zo erg hoe die route verloopt. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Als je ooit maar een keer gezond in Tokio aankomt, dan vind ik het allemaal best. Dus, kijk, ook in Servië heten me van harte welkom, die mooie beambten aan de grens. Ze zeiden toen ook van, wees welkom. En 18 kilometer verderop zit in een bocht, heb je een restaurant, Ibarski Bizer. Dat wordt gerund door een eerlijke kerel en voel je daar vooral welkom. Nou, ik kom eraan, parkeer de motor en ik zit aan de lamscoteletten met friet en mayonaise.
En ik zie, door de ramen zie ik het donkerder worden. En dan zie ik grote sneeuwvlokken neerdalen. En dit is eigenlijk min of meer dit het volgende beeld wat ik dan zie. Kijk, die Gucci is volledig ingesneeuwd. Wat er nou gebeurde in dit gedeelte van Europa, werd geteisterd door een Siberisch koude front. Toen had je, dat liep zo uit de hand, dat je bijvoorbeeld in Griekenland, had je langs de kust had je 1 meter sneeuw. En ook hier in Servië, in de buurt van Tutin zijn we, net over de grens. Ja, er werden records gemeten die in zijn 30 jaar niet mee hadden gemaakt. Veel sneeuw, enorme kou tot min 30. En ik kon gewoon ook niet verder. Ik zit dan ook 2 weken vast in een klein restaurant, in een motel, restaurant. Mijn kamer was net zo groot als mijn tweepersoons bed. Ik had nog 30 centimeter loopruimte ernaast. De ijsbloemen stonden op de ramen. En mijn bagage kon ik dan in de douche kwijt. En dat is dan je leefomgeving de komende 2 weken. Maar ondertussen, kijk, dat restaurant waar ik zat, dat was ook een soort ontmoetingsplek voor mensen uit het dorp en mensen die ook die uit die regio kwamen, maar elders in Europa werkten, in bijvoorbeeld in Duitsland of in Nederland, in Avos. En eind van het jaar komen ze allemaal terug om een geliefde weer op te zoeken. En juist dat restaurant, die Baskibise, dat was een ontmoetingsplek. Dus ja, ik heb enorm veel vrienden gemaakt. Eigenlijk was dat restaurant, die Baskibise, dat was 1 grote familie. En dat is waar ik op zoek ben. Dit is wat ik wil onderweg. Ik wil mensen ontmoeten. Ik vind vrienden maken. Ik heb ook een boek te vullen. En wat ik in Europa miste, West-Europa. Daar heb je geen foto's gezien. Behalve een Graciano. Van mensen die mij spontaan aanspreken of zelfs wel uitnodigen. Dat gebeurt niet in West-Europa. Ik weet niet zo goed waaraan dat ligt. Ik denk, kijk, in West-Europa wordt er hard gewerkt, in Nederland zeker. Mensen die komen dan thuis en die bouwen een soort muurtje om zich heen. En die willen dan niet al te veel afleiding in de vorm van mensen als ik, vreemdelingen, ik weet niet wat het is. En ik heb ook dat wel ervaren dat de vriendschap van mensen, de gastvrijheid, die neemt toe naarmate de mensen meer honger hebben. Nou, hoe armoediger een land is, hoe minder mensen hebben, hoe groter de gastvrijheid. Het is heel wonderlijk, het is niet te verklaren. En het enige wat je ervoor terug hoeft te doen is jezelf te zijn en verhalen vertellen. En dat leeft heel sterk in gebieden waar mensen gewoon arm zijn. Dus hier gebeurt het nu ook, hè. In Servië, terwijl ik het niet verwacht had. Hè? Terwijl ik met een grote boog om het land heen wilde gaan. Zo zie je maar weer. Je moet dus nooit stelling nemen. Je moet nooit van tevoren denken van het land is zus en zo. Eigenlijk moet je die kranten ook niet meer geloven. Dat is gek, hè? Want ik ben altijd journalist geweest, maar het is wel zo. Waar zitten we nu? Het is een heel lang verhaal. Papa Montenegro. Hier had je dat binnenmeer. Hier heb je dan de hoofdstad Podgorica. En we zitten nu in... hier, waar dat punt waar mijn cursor heet, geloof ik. Waar mijn cursor staat. En even door. Even een slokje water, jongens. Gezondheid. Zijn we er nog? Of zit ik nou tegen 1,5 man en een paardenkop aan te praten? Maakt niet uit, ik ga gewoon door. Hey, wie zien we op de foto? Dat is Murat, dat is de eigenaar van het motel. En zijn zoontje, Maddy's. Ja, we zijn gewoon goede vrienden geworden. Wat ik zei, ik zoek vriendschap en ik krijg het dan ook. En Murat is een fantastische kerel. 2 weken geleden hebben we elkaar nog gesproken via FaceTime. Dus eindelijk krijg ik wat ik zoek, vriendschap. Maar ondertussen was het wel stervenskoud buiten. Het werd zo koud, min 31. Hè. Dat is dus de laagste temperatuur die ze in 20 jaar hadden gemeten. En ik maakte me een beetje zorgen om die Guzzi. Dat is natuurlijk wel logisch. Die staat onder een vliesdunne hoesje. Stond hij daar een beetje buiten te blauwbekken. Dus ik zei ook tegen Muur dat ik zou hem graag binnen willen hebben. Want ik ben bang dat de accu leeg raakt. Of dat de olie bevriest. Ja, weet ik veel. Ik heb er niet zoveel verstand van. Dus ik zei tegen Muur dat. Ik wil hem weg hebben. Hij zei, nou ja, succes ermee. Ja, nou ja. Even kijken of dat gaat lukken, hè. Nu, hier.
ja, ja. Dat ongeluk heb je ook, hè? Die ja, ook ja, die heb ik. Ja, die heb ik. Waarom doe je twee keer? Met geluid. Wat doen we nu? Oh ja. Hebben ze dat filmpje al gezien? Oh ja, wacht even. Min 31, hè? Ik vraag mij altijd af of zo'n hele dure Adventure motor dat ook kan. Die staat dan al 10 dagen buiten. Koud tot verkleumd tot op het bot, zeg maar. En ik druk één keer op de startknop en het ding dat ploft gewoon aan. Ik vind het knap. Wil je weten hoe min 31 eruit ziet? Dat kun je visualiseren op deze manier. Speciaal voor jou nog een keertje zien, Sonja. Ik weet dat je altijd heel erg vrolijk wordt van dit filmpje. Ja, dit is zo ziet min 31 eruit. Je gooit kokend heet water in de lucht en dat verandert dan in ijskristalletjes. Alsof er een raket is afgeschoten. Hey, ik zit dan al 2 weken, dat restaurantje. Kijk, als jij vakantie hebt, je hebt het hele jaar heb je hard gewerkt. Je denkt, nou leuk, ik ga eens even naar Servië op de motor. En je zit dan 2 weken vast in een restaurantje. Ik kan me voorstellen dat je daar niet vrolijk van wordt. In mijn geval maakt het niet zoveel uit. Ik heb een jaar de tijd, of ja, op zijn minst, nee, maximaal een jaar de tijd. En als ik ergens 2 weken vast zit, maakt me ook niet uit. En als ik er maar een goed verhaal van in de plaats krijg. Nou, dat is in dit geval gebeurd. Hey, Murat, die zag in die kou die op ons afkwam, zag die één goede dag. Murat zei, ik zou daar gebruik van maken. Ik weet het, we zijn inmiddels goede vrienden geworden. Ik heb je graag nog lang bij me, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je met je reis door wil gaan. Dus ik zou van die ene dag gebruik maken. Die ene dag hield in dat het niet kouder werd dan min 15 en dat het niet ging sneeuwen. Als ik zou wachten, zou dat koude front er weer aankomen en dan ja, had ik er waarschijnlijk nu nog gezeten. En, ja, dat willen we ook niet, hè? Dus ik ga vertrekken. Dit is het beeld wat ik de komende tijd zal zien. En ook, ja, gewoon sneeuw. Ik proef er continu zout op mijn lippen. Ja, dat houdt in dat je goed kon doorrijden. Maar dat houdt ook in dat die goezie onder mijn kont aan het wegrotten is. En ik heb het ook gewoon koud. Maar dat maakt niet uit. Het is goed voor het verhaal. Ik ben de weg naar Bulgarije. En van daaruit wil ik door naar Turkije. Turkije wordt een heel belangrijk land voor me. Uit zo'n journalistiek oogpunt ook. Uit avontuurlijk oogpunt ook. Want vergis je niet, hè? Turkije is een heel belangrijk land. Het is de buffer tussen Azië en Europa. Er gebeurt enorm veel aan die grenzen. Vooral aan de Syrische kant. Die staan enorm onder druk. En ik wilde dan Turkije gaan reizen. Ik wilde sowieso in in Istanbul, bij Fenerbahçe, wilde ik langs gaan bij onze grote... Robin van Persie wilde ik een handtekening scoren voor die jongetjes. En dan wilde ik ook langs die toeristenkust wilde ik gaan rijden, waar plaatsen zijn als Antalya. En dan wilde ik die luxe, wat ik daar zou zien, het toerisme wil ik gebruiken als contrast voor mijn reis langs de Syrische grens. Ik wilde een maand voor die trip uittrekken en ik had er gewoon ontzettend veel zin in. Kijk, toen ik in Utrecht op dat zolderkamertje zat, toen woonde ik in de buurt van de Kanaalstraat. Hè? En de Kanaalstraat is Klein Turkije en elke ochtend kocht ik daar bij een Turkse bakker kocht ik een kaasbroodje. En ja, die kerel zei, joh, als je in mijn land komt, word je echt als een god ontvangen. Dus ja, meteen door, hè. Naar Turkije. Even kijken, ik moet deze kleiner, geloof ik. Ja, dan kan ik hem... Ja. Oké. Ja, een foto gemist, maakt niet uit. In Bulgarije, ik rijd Bulgarije in, dan kom ik s'avonds om 21:50 kom ik in Sofia aan, dat is de hoofdstad. En daar doet zich een heel raar fenomeen voor. Ik krijg geen geld uit de pinautomaat. Ik heb iets van 10 automaten geprobeerd en steeds vloedt mijn kaart eruit, alsof de ding tong naar me uitsteekt. Dat is super irritant. Maar ik realiseer me ook dat ik gewoon... Ja, ik krijg er geld uit. Het heeft het ook helemaal geen zin om in het land te blijven. En ik had er ook iets van... Nou ja, dat is een soort teken ook. Zoals Valentin Graziano Rossi een teken is voor Good Riddance. Hè, goede reis.
zag ik dit als een soort teken van, ja, Bulgarije wil me niet hebben. Dus dan rijden we gewoon in één keer door. S'avonds om 11 uur nam ik de beslissing om in één keer door te rijden naar de grens met Turkije. He, en het was een akelige rit, want ik zal je verklappen, die winter is behoorlijk koud in de Bulgarije. Het was ook een heel plat en vlak gebied, stond enorm veel wind. Dus ik had het, ja, ik had het echt gruwelijk koud. Ik kon eigenlijk maar zo'n 30, 40 kilometer per uur achter me. 30 of 40 kilometer kon ik achter elkaar rijden. Dan moest ik weer stoppen in een of andere benzinepomp. Dan was er gelukkig genoeg van. Een uurtje ontdooien en dan kon ik weer door. Wacht even. Ja, die foto's staan niet goed. Ja, sorry, ik ben even hardop aan het denken. Die stonden andersom. Oké. Okay. Oh, wacht even. Volgens mij... Oh, wacht. Nee, we missen een hoop foto's. Shit. Hè? Oh, wacht. Nou moet ik terug. Ja, ik zit... wat gebeurt er nu? Hoe gaan we dat doen? Mag ik even overleggen, jongens? Dat houdt wel in. Je mag er even meeluisteren. Ik mis de foto van de Turkse grens. Ja. Ik mis de foto dat die motor in... dat die... Ik mis een paar foto's. Ik wil ook pauze houden natuurlijk. Zullen we dat even doen? Ja. Hey, jongens. Is het goed even... Want meestal zo rond deze tijd las ik even een kleine pauze in. En die ga ik nu aanwenden om... ik mis een paar foto's. Die zijn er op een of andere manier niet tussen gekomen. Die foto's zijn belangrijk. Dat is een soort, toch een soort leidraad voor mijn verhaal. Ga je daarmee akkoord? 5 minuten. 5 minuutjes, ja? Ben ik weer... Ja, we moesten nog even foto's inladen en dat soort dingen. Ik heb er warm van gekregen, dus ik heb mijn trui even uitgetrokken. Hey, zie je hem staan? Santiago, Sebastian. Die jongetjes. Oké, even, we waren weer gebleven. Ik kan geen geld pinnen in Bulgarije, dus ik besluit ook om 's nachts in één keer naar Turkije te rijden. De grens met Turkije. Ik heb er erg veel zin in. Belangrijk land. Dus gewoon gaan. 'S ochtends om 7 uur kom ik aan. Na een, ik vond het een hele vervelende rit. 'S nachts niet geslapen, weinig gegeten. Ik zei dat die bankkaart, die werkte niet. Althans, ik kreeg geen geld uit pinautomaten. Maar wat ik wel kan doen is, ik doe het wel met de betaalautomaten. Dus ik kan gewoon mijn Red Bulls kopen, ik kan benzine kopen. Maar ik krijg er geen geld uit. Dus dan kom je 's ochtends om 7 uur in het, zeg maar, het beloofde land kom je aan. En ik hoorde al het ochtendgebed, hè, dat eilt zo'n beetje door de lucht. Ik voelde me enorm welkom. 1 dingetje. Ik had geen visum op zak. Dan kan je denken, ja, waar hebben we het van tevoren niet geregeld? Dan kan je allemaal, je kan het ter plekke, kan je dat visum, kan je dat regelen. Dat kost €25, niet te duur. En binnen 10 minuten, ja, moet je dan good to go zijn. Nou, ik kom eraan en kijk, Erdogan die zegt altijd dat zijn land super modern is. Dus ik had echt wel verwacht dat je aan de grens, dat je dus met een betaalautomaat, dat ik uit de voeten kon. Maar hadden ze een verrassing? Nee, die hadden ze niet. Maar ze hadden wel 2 banken. In de buurt. En zelfs nog een ING-bank. Maar ik voelde hem al een beetje aankomen. Die kaarten die branden niet echt bepaald in mijn zakken. En ik word 2 keer weer geweigerd aan die grens. Dus dan doet het rare fenomeen zich voor dat je 's morgens heel vroeg aan de Turkse grens staat. Zonder geld en zonder visum. Ja, en toen begon het glazen. Die grenswachten die wilden wij eigenlijk meteen al terugsturen. Dat ik eens, ja, fuck it, dat doe ik niet. Ik ga niet terug naar Bulgarije. Want dan stuur me terug naar een land waar ook geen geld is, waar ik geen geld heb, waar ik niet kan pinnen. Nu, ik kon wel zeggen dat ik wel redelijk dodelijk vermoeid was. Ik had koud, ik had honger. En ik ga gewoon niet terug naar Bulgarije. Punt. Dus ik moest. Ik zeg, nou, dat doe ik niet. Ik heb, als ik niet weet wat ik moet doen, dan doe ik veel situaties doe ik helemaal niks. Dat is me eerder overkomen, hoor. Dat je dan niks doet en dat de oplossing dan min of meer uit de lucht komt vallen. Ja, daar hoopte ik hier ook een beetje op. Maar dat gebeurde maar niet. En de tijd die verstrijkt. Ik heb het koud. En die gasten aan de grens die bleven maar fucken. Je moet terug. Ik doe het gewoon niet. En eind van de middag komt er zo'n officier op me af. Ik zal zijn blik niet zo snel vergeten. Het was een hele magere man. Van die dikke groeven in zijn gezicht ook. En met een soort van pijloze minachting in zijn blik zei hij dat ik op moest rotten.
terug naar Bulgarije. Je moet. We willen je hier niet. Daar was natuurlijk heel verontwaardigd. Maar vergis je niet, hè. Er staat dus midden in de winter. Staat er een of andere gozer uit Amsterdam met een oude hippie motor. Die staat aan die grens en die wil voor niks. Die wil zonder visum wil die het land binnen. Dat gaat hem niet worden. Komt ook bij dat in die tijd Nederland, ik zag natuurlijk dat ik Nederlander was, Nederland, Turkije, dat werkte gewoon even niet. Je had toen die columnisten van de Metro, EBU nog wat, die was op vakantie in Turkije en die schreef een column dat Erdogan een geitenneuker was. Die heeft daarna ook 2 weken die heeft vastgezeten in Turkije. Dus Nederland en Turkije, dat liep niet lekker. Je had ook net na die staatsgrepen, Turken waren toen aan het demonstreren in Rotterdam. En ik kan me nog herinneren dat mensen van de NOS die konden gewoon hun werk niet doen. Dat was een hele rare situatie. Komt er ook nog bij dat die, wat ik al eerder zei, dat die grens enorm onder druk staat. En er staat dus die gozer die wil zonder het visum het land in. Dat gaat hem niet worden. Dus ik moest terug. Nou, ik heb 1 zekerheid in mijn leven. Is dat als mijn duim de startknop van de Guzzi beroert, dat die motor gewoon aanslaat. Nou, ik klim op die motor. In het zadel, hevig zagrijnig, druk ik op die startknop. En Guus, die verroert zich niet, die doet gewoon helemaal niks. Ik blijf starten. En totdat die motor gewoon helemaal verzuipt. Ik haal de benzine eruit, ik maak ze schoon. En ik zie gewoon een vonk. Ik heb benzine en ik een vonk. En ja, dan moet die motor, die moet het gewoon doen. Nou, vandaag niet. Maar ik moest weg, dus ik ben gaan lopen. Ik ben lopend met Bulgarije ingegaan. En na zo'n kilometer kom ik een wegrestaurant binnen. Wi-Fi teken aan de muur. Ik klim meteen en ik begin meteen met e-mails te versturen naar Nederland. Ik voelde me niet lekker hoor. Ik voelde me eigenlijk wel heel erg super slecht. Het was een beetje paniek ook. Want dat had ik gewoon niet verwacht aan de grens. En ik schrijf Joost. Joost is een goede vriend van me. Hij heeft een Turkse vriendin. En die weet vast een oplossing. En die had hij ook. Hè. Nadat ik hem mijn gegevens had verstuurd, had hij dus online. Joost had online had hij een visum voor me geregeld. Nou, die belandt op mijn telefoon. En triomfantelijk loop ik met mijn visum op de telefoon. Loop ik terug naar die Turkse grens. Nou, je had de kop van die kerel moeten zien die helemaal de hele dag aan het fukken was. Die kon het gewoon niet geloven. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, goed. Het is maar 1 paal voor de hoofd, zei ik nog. Maar die man had wisselgeld. Hè. Hij moest me het land binnenlaten. Maar hij wist gewoon, ja, leuk, welkom in Turkije. Maar die klote motor van jou, die doet het gewoon niet. Nou klim ik in het zadel, ik druk op de startknop. En die motor doet het. Ja, ik vond het vreemd. Nee, ik vond het eigenlijk helemaal niet zo vreemd. Want stel je voor, als die motor nou in eerste instantie wel had gewerkt. Dan was ik dus super zagrijnig. Dan was ik door Bulgarije ingereden. Zonder geld. Uit een bepaalde trots was ik nooit meer diezelfde grenzen overgegaan. Dus ik had om Turkije heen moeten reizen. Via de Oekraïne. Ik denk dat mijn reis gewoon een beetje in gevaar aan het komen was. Dus en Guus die heeft mij daarvoor behoed. Die voelde mijn nood. En die had iets van, ik ga je helpen vandaag. Dus die deed het wel. Tot grote verrassing voor mij en iedereen. Ja, dan mag je door. Dan 12 uur 's nachts was ik uiteindelijk de grens over. Vergis je niet. Ik kwam om 7 uur kwam ik aan. Nou, dan mag je dus in die ijskoude nacht. Mag je dus. Ik had gelukkig wel wat Servische dealers op zak. Mag je Turkije binnen. Ik rij over een 6 maand snelweg richting Istanbul. De wegen zien eruit. Zoals op deze foto, een en al sneeuw. Ik rij in z'n 2, vertwijfeld rij ik rond. En ik voelde ook dat ik onderkoeld aan het raken ben. Ik voelde me echt super slecht. En op het moment dat ik bedenk van, ja, what's next? Wat moet ik nu doen? Verschijnt er een busje naast me. In die pikzwarte nacht een wit busje. En ik zie ook nog dat er licht in de cabine, die gaat aan. En ik zie dan waarschijnlijk, bezien vanuit mijn delirium, zie ik iemand naar me wenken. En in mijn verbeelding was het gewoon een engel die naar me zwaaide. Die engel die stopte langs de kant van de weg. Ik stop naast hem. En dat bleek een Georgische man te zijn. Hij stelde zich voor als Gia. En Gia kocht hele goedkope busjes in Polen. En die verkochten ze dan iets duurder in Georgië. En zo kwamen we elkaar tegen. Hij zei, jij gaat gewoon met me mee. Dat die flauwekul, althans. Ja. En dan is dit de oplossing.
Dan wordt die, zo ga je dus met een Guzzi uit 1975 miljoen. Stel je voor als jij daar met je dure Adventure motor had gestaan en die Gia zegt, joh, weet je wat, ga met mij mee. En je ziet gewoon je motor over de grond schrapen, je ziet wat dingetjes afbreken. Daar word je niet vrolijk van. Hé, hey, met Guus maakt het niet uit. Guus heeft de gave dat hij er steeds beter uit gaat zien naarmate er meer deukjes, meer krasjes, meer handtekeningen op komt te staan. Dus ja, zo los je dat op. En dan rijden we gewoon Turkije binnen. Dit werd een soort roadtrip in een roadtrip. En we ploffen gewoon door. En Gia die stelde ook voor. Even kijken hoor, dan moet deze kleiner. Gia stelde ook voor van, weet je wat, jij gaat gewoon lekker met mij mee naar Georgië. We slaan heel Turkije slaan me over. En ik had er wel oren naar, hoor, moet ik zeggen. Ik had enorm veel zin in het land. Ik had zin in de gastvrijheid van de Turken. Want daar heb ik enorme goede verhalen over gehoord. Maar je snapt dat na al het gekloot aan die grens, dat mijn liefde voor het land enigszins bekoeld was. Dus we knallen gewoon in één keer door naar Georgië. Ik besteed nog 3 digitale foto's aan het land hier. Kijk maar. Ja, meer was het eigenlijk niet. Ja, goed. Dat barst het van door Turkije, van die minaretten. Maar ik had. Laat ik zo zeggen. Turkije en ik moeten elkaar gewoon nog een keertje ontmoeten. Overigens zie je er zo uit als je 2 nachten niet geslapen hebt. En toch een redelijk traumatische ervaring aan de grens hebt meegemaakt. Dus. 24 uur later staan we gewoon in Tbilisi. Tbilisi is de hoofdstad van Georgië. En de grap is dat ik eigenlijk gewoon enorm op schema lig. Want ik had bedacht dat ik binnen 3 maanden wil ik in Georgië zijn. En door de snelheid waarmee GI over de Turkse wegen vlamde, waren we gewoon in 24 uur waren we door het land. Hadden we 2000 kilometer overbrugd. Kleiner. En dan. Ja, ik zal nu even duiden waar ik ben. Volg mijn cursor even. De bedoeling was om via Antalya, zeg, volg de cursor. Wil ik dan die toeristen allemaal, die toeristenplaatsen, wil ik gaan zitten. En dat wilde ik als contrast gebruiken voor mijn reis langs de Syrische grens. Dit zo'n beetje. Maar wat ik nu heb gedaan, hij pikt mij hier zo'n beetje op. En we rijden bam, in één keer in 24 uur knallen we gewoon in één keer naar Georgië. Ja, top man, hartstikke goed. Hey, maar hier doet zich weer een probleem voor. Ik realiseer me dat ik gewoon hier vast zit. Ik kan niet, volg mijn cursor, ik kan niet Rusland in, dat is dit. Ja, daar is het mooi, op dat moment is gewoon min 30. Dat heb ik eerder meegemaakt in Servië. Daar kan je niks, dan ga je dood, bevries je. Ik kan ook de Kaspische Zee over, via Azerbeidzjan, Kaspische Zee, daar kom ik in Kazachstan aan. Dat is niet zo moeilijk. Die beide landen die drijven wat handel met elkaar, Nederland en Kaasgestand. Dus dat zou inhouden dat ik geen visum nodig heb. Maar ja, ook daar is het gewoon veel te koud. Min 35, dat gaat me gewoon niet worden. Nou, kan ik nog naar Teheran of naar Iran. En dan zou ik ook mijn reis kunnen voortzetten via Turkmenistan, Oezbekistan, al die standstaartjes. Maar ja, ik heb geen visum voor Iran, dus dat gaat hem ook niet worden. Ook geen carnet. Ik realiseer me dat ik vastzit. Pas over 2 maanden worden de wegen weer een beetje begaan, maar wordt het gewoon weer wat mooier weer. Ik besluit dan ook om mijn verlies te pakken, zeg maar. Om met 2 maanden in de politie te zitten, te wachten op het beter weer. En ik accepteer de situatie, maar wel met vette tegenzin hoor. Want ik moet naar mijn jongetjes. Hè. De drijfveer van deze reis is om mijn jongetjes op een gegeven moment weer in mijn armen te sluiten. En als het dan 2 maanden langer duurt, ja, dan ben ik niet echt blij. Maar ik accepteer de situatie wel. Dus dat verdoe ik gewoon mijn tijd een beetje in Tbilisi. Dit is het beeld wat ik altijd zal blijven zien de komende tijd. Sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw. Ik ben eraan gewend geraakt. Ik vind die sneeuw eigenlijk ook wel prettig hoor, want het landschap is mooi. Het is ook heel intiem. Het sneeuw dempt de geluiden. Het zorgt voor een kleiner wereldje. Laat me komen. Maar goed, echt blij ben ik natuurlijk niet. Ik liep ook een beetje te chagrijnen. Nou, dit was dan een hele toffe, vrolijke dag. Maar niet huis. Op het moment dat ik me denk van, het zou toch wel fijn zijn als er wat in mijn leven gebeurt. En dan in één keer, op het moment dat ik het besef, hè, en dat ik de situatie accepteer, komt deze man in mijn leven. Dames en heren, dit is José Luis. Dit is een Spanjaard, hij komt uit Sevilla.
En hij is onderweg van Sevilla naar Dubai. Daar woont een vriend van. Ooit heeft hij beloofd aan deze vriend van, ik ga je opzoeken met de motor. En die belofte was hij nu aan het inlossen. José is econoom in Spanje. Hij heeft jarenlang die crisis over zich heen gekregen. En hij was het zat, gewoon. Dus hij voelde dat dit het moment was om die belofte in te lossen. Nou, José had een auto. Daar kreeg hij 3600 euro voor. Daar kocht hij deze motor voor. We hebben het over een K75. Ding is 30 jaar oud. Betaalde hij, nou, nadat hij de motor had gekocht, hield hij 1800 euro over. Hè. Met 1800 euro moest hij Dubai zien te bereiken. Ja, José heeft net als ik te veel kinderen bij verschillende vrouwen. Hij heeft weinig geld. Hij heeft een oude kutmotor, net als ik. En ook belangrijk, José had geen geld voor verzekeringen, niet voor zijn motor. Geen ziektekostenverzekering. Had ik eigenlijk ook niet. Eigenlijk, nee, ik had het niet. Kijk, mijn budget was krap, hè. 8.500 euro klinkt als een hoop, maar is het niet, hoor. Ik moest een keuze maken tussen het schoolgeld voor de kinderen of verzekering voor mezelf. Ik vond het eerste belangrijker. Dus José en ik hebben veel overeenkomsten. En hij heeft ook ballen. Hij is een avonturier. Van het kleine beetje geld wat hij had, is hij ook nog naar Amsterdam geweest. Hè? Hij is daar wezen stappen. Hij heeft daar de bloemetjes buiten gehangen. Maar hij sliep in het Vondelpark. In een tentje met zijn motor ernaast geparkeerd. Ik vond het zo stoer. En wat ik ook heel bijzonder vond, er waren twee bikers onderweg, hè, op het continent. Het waren hij en ik. En in dat hostel waar ik verbleef in Tbilisi, daar ontmoeten we elkaar. Ja, voor mij zijn er toch tekenen dat de zegening van bijvoorbeeld van Graziano Rossi, dat zijn dingen die werken gewoon. Kijk, als je reist, gebeuren er heel veel dingen die je later, die kun je gewoon niet verklaren. Maar toeval bestaat niet. Ik denk, als jij overlevert, ja, aan de goden, dan word je beloond op een manier. Als jij uit die comfortzone stapt, hè, waar we allemaal in zitten, als je het lef hebt om daar doorheen te breken en te kiezen voor jezelf, dan word je op een of andere manier beloond. En eigenlijk als je reist is dat continu. Sommige mensen die noemen het toeval, maar ik noem het gewoon, ik heel simpel, ik word gewoon gestuurd door de goden, heel simpel. Dus José, die had wel een Iran, die had een visum geregeld voor Iran, ik niet, maar hij zei niettemin, Paulus, jij gaat met mij mee. Maar dan hebben we nog een probleem, hè? We moeten die motor, moeten Iran binnen zien te krijgen, daar hebben we een carnet van nodig. Hè? Dat is van 4000 euro, het stond niet meer op een rekening. Want José die had een oplossing gevonden. Die oplossing heette Hossein de Fixer. Dat is een van de Iraniërs die dan reizigers helpt om het land binnen te komen. Dan betaal je niet het volledige carnet, maar betaal je een tiende ervan. Dus in dit geval zou het iets van $400 zijn. Nou, dat haal ik dan wel. En José ook. Dus José die zei tegen mij, jongen, je gaat gewoon mee. En voor de zekerheid had ik die José toch al even gemeld. Kijken of die überhaupt bestaat. En verrek, ik kreeg nog een mailtje terug. Ging allemaal lukken voor die $500, geloof ik dat was. Maar hij zei wel, zorg voor een visum. Als je geen visum hebt, dan kom je het land niet in. We zijn bij de ambassade geweest, Iran, van Iran, in Tbilisi. Die was 5 dagen gesloten. En dat was te lang. We moesten gewoon door. Want José, kijk, als je het visum van tevoren bespreekt, dan moet je op een bepaalde datum aan de grens staan. Mis je die datum, kan je weer naar huis. Dus we moeten door. En je ziet ook gelijk, ik liep een beetje te sikkeneuren in Tbilisi, liep met mijn ziel onder mijn arm. En vergis je niet, ik ben al 3 maanden in mijn eentje onderweg. 3 maanden is het grauw om me, het is koud, het is al sneeuw, regen, zout op mijn lippen. Ik ben continu in mijn eentje. En José verschijnt in mijn leven en het is meteen rock and roll. Hey, we gaan op weg. We vertrekken uit Tbilisi en we gaan op weg naar Armenië. Daar is het gewoon fucking koud. De winter. Georgië heeft een zeeklimaat. Nou, daar was in Armenië niet zoveel sprake van. Daar was het gewoon koud. Je ziet, we zijn hier onderweg. We zijn onderweg naar Yerevan. Van daaruit moeten we de Carpan Highway zien te bereiken. Dat is in het zuiden van Armenië. Daar is het gewoon keihard winter. We zitten ook hoog. Het is hartstikke koud. Wegen zullen niet begaanbaar zijn. Volgens Gorsai had een beetje research gedaan. Hij verwachtte dat we over die laatste 300-400 kilometer door de bergen, dat we daar iets van 4-5 dagen voor nodig zouden hebben. Even kijken hoor. Ja, we komen. Hey, José, hè, vertelde dus hè, die als hij als hij kan kamperen in Amsterdam, in het Vondelpark. Ja, die gozer die zag overal kampeerplekken. Ik zie ze niet hoor.
We zijn nu net, sorry, we zijn, dat is de rotti die een beetje naar boven kwam. We zijn nu in Armenië, we zijn net over de grens. We rijden een klein dorpje in, want het sterven is koud, natuurlijk, campings zijn er niet, hotels doen we niet aan, dat is allemaal veel te duur. En José die ziet gewoon ergens een muurtje staan met een dak erboven. En ja, hier gaan we kamperen. Ik sputte er nog een beetje tegen, want ik stonk in een pis, ik zag allemaal opgedroogde drollen en ik had het koud en ellende. Maar nee, José die besliste, wij zijn avonturiers, hier gaan we de nacht doorbrengen. Nou, je staat er 5 minuten en dorpelingen komen gelijk al op je af. Hè? In dit geval met 2 liter wodka, jippie. En met zootje worstjes. Dus dan ben je gewoon midden in de nacht, ben je midden in de winter. En ik heb nog op mijn telefoon gekeken, het was -17, ben je aan het kamperen. Maar ik voelde me wel welkom in het land hoor. De politie kwam nog even langs, een auto. En die stopt dan en denk, nou wat zullen we nu krijgen? Maar ik zag het blauwe zwaailicht sprong even aan. Het was gewoon om ons te verwelkomen. Dit is een hele, ik vind het een hele gave plaat dit. Maar dit is een foto van José. Hè? Hij zag het plaatje, ik niet. Dus nou, dan gaan we door naar Jerevan. Ja, en dit is ook weer een foto van José. Kijk, die gozer, hij kon goed avontureren. Hij was econoom, hij had nog een gave. Dat is gewoon mooie foto's maken. Hij zag dit plaatje, ik niet. En ja, dit is gewoon de cover van mijn boek geworden. Dus José, als je toch meeluistert, op een of andere manier, bedankt man. Want het is gewoon erg goed gelukt. Ik voel me hier net een stripheld. Nou, en hiervan blijven niet lang. Ondanks dat het hotel me $3 kostte. We moesten gewoon door, we hadden tempo nodig. We moesten aan die grens staan. Hè? Nou, dus nu staan we in de buurt van de Carpen Highway. Je ziet het, mijn achterband is niet echt fris meer. In Armenië wordt ook niet gestrooid, althans niet met zout. De wegen, er ligt sneeuw van die platgereden sneeuw, ijsglad. Ik kon ook niet zoveel. En we moesten de bergen in via een vrij brede weg die gestaag omhoog ging. Zo'n 2-3 kilometer duurde dat. En we kwamen niet omhoog. Het lukte ons voor een meter. Ik wist ook niet hoe ik goed moest rijden. Het was de eerste keer in die sneeuw. Hoe verhoudt de motor zich? Wat doe ik? Zet ik hem in zijn 1, in zijn 2? Ik had geen flauw idee. We gingen ook nog omhoog. Hè. We zijn 2 uur bezig geweest om op dat punt te komen waar we wilden zijn. En de tranen van angst stonden in mijn ogen. Ook bij José. Want er werden steeds ingehaalde vrachtwagens van die oude Russische dingen. Die gingen naar de grens. Die hadden wel sneeuwkettingen. En ze haalden ons steeds zo stijf in. Dat ik hoefde me even gas te geven. Even mijn achterwiel kwijt te raken. En ik was zo plat als een pannenkoek, joh. En ik realiseerde me toen ook van fuck man. Ik moet wel ontzettend hard mijn best doen om mijn kinderen überhaupt te kunnen zien. Maar toen we bovenaan kwamen, op een of andere manier kwamen we in ons ritme. We wisten wat we moesten doen en dat was gewoon eigenlijk het gas loslaten en de krukkers gewoon het werk laten doen. Laat die motor maar bijna stationair door dat landschap duwen in z'n tweeën en nooit stoppen als het omhoog gaat, want je komt nooit meer weg. En af en toe een peukje roken, af en toe zien we een mooie foto, dan stoppen we om niet te nemen en dan gewoon doorgaan. Toen werden we een treintje en toen werd het gewoon ook leuk, toen werd het spannend. Ja, een goede plaat dit. Je ziet ook wel dat die motor heeft best wel wat te verduren inmiddels. Hè. Je ziet aan de vorkpoot, dat is allemaal ijs. Die remmen doen het ook niet. Maakt niet zoveel uit hoor. Een Goezier remt sowieso niet. Dus ik heb een beetje mijn achterrem nog. Ik rem ook op de motor af. Deze foto heeft trouwens wel heel mooi in de kickstart gestaan. Dankjewel Rennie nog daarvoor. Joost Overzee ook. Maar ja, dit is mijn realiteit en ik voel me goed, ik voel me fijn, ik ben aan het avontureren. Kijk, die eerste 3 maanden kom ik er gewoon niet lekker in. Dat is ook niet zo erg, hè. Kijk, die eerste reis had ik ook maanden nodig om mijn plek in het zadel te veroveren. En dat gebeurde nu ook weer. En ik merk ook hoe zwaarder dingen worden, hoe avontuurlijker die reis wordt, hoe beter ik in mijn vel ga zitten. Ja, goede plaat. Ook weer José Luis. Hij ziet dingen die ik niet zie. Maar we vullen elkaar ook op een of andere manier aan. Hè. Hoe kan ik zeggen dat ik een beetje de geloutere reiziger ben. En José was nog aan het groeien. Dus we konden elkaar goed gebruiken. We vulden elkaar aan. Als hij er even doorheen zat, dan reed ik voorop. En vice versa. We waren dat treintje. En kijk eens even deze foto. Want die konden we ook weer goed gebruiken. In de kickstart van een paar maanden geleden. Dus ja, tussen José en mij klikt het gewoon als een gek. Terwijl ik het liefst in mijn eentje onderweg ben. Hè, maar deze trip had ik niet in mijn eentje kunnen doen. En José uiteindelijk ook niet. Dus ik heb hier een filmpje. Dan moet ik de speaker aanzetten. 3 minuutjes.
neem ik even een slokje water. Waarschijnlijk heb je hem al een keer gezien, maar ik vind hem nog steeds echt heel erg cool. 3 minuutjes, dan krijg je een indruk van, ja, van die trip. Als het einde van het filmpje, als het bruin wordt, als je een bruin landschap ziet, dan hebben we het gehaald. Een Spaanse motormaatje José en ik hebben besloten om vanuit Jerevan samen naar de Iraanse grens bij Agra te reizen. Na 3 maanden van slecht weer lijkt me dat een goed plan. Om Agra te bereiken moeten we 350 kilometer door de berg. 4 dagen zijn we onderweg. Chile! Chile! No brakes. But if I brake now, I lose the bike. So you just let it roll. Look at this. Paso atrás, ¿no ves? Patria o la muerte. Carajo. No, atrás no, ¿eh? Avante siempre. Adiós. Tú? Armenia, Lord. Armenia, Lord. Thank you. Hey, goed hè? Ja. Goed hè? 3 minuutjes. Ja, dat viel niet mee. Het was hartstikke koud. Zag je hoe ze aan het strooien waren? Gewoon met zand hè? Dat gaat allemaal met het handje daar. Hé, hey, je ziet dat ik een keer op mijn bek ga. Ik ga eigenlijk niet op mijn bek. Ik glij uit. Dat is de enige keer dat ik... Dat ik de grond heb geraakt met de Guzzi. Ik zet de motor in zijn versnelling en alleen dat was genoeg om... Sorry, ik heb nog wat roodje gegeten. Om die motor onderuit te trekken. José die gaat dan wel wat vaker onderuit, maar die heeft ook een hele andere motor. Hè? Hij heeft een, hij zit hoger in het zadel, hij heeft een 3-cilinder met injectie. Dat reageert heel anders op het gas dan die trage Guzzi van mij. En trouwens, ik zit zo laag in het zadel dat ik heel makkelijk kan corrigeren. Dus ik denk dat José zonder dol iets van 15 keer tijdens die trip in de sneeuw heeft gelegen. Hey, deze foto, we waren s'nachts, we hadden haast. Hè? De eerste dag hadden we veel tijd verspeeld, dus we moesten nu echt wat doorpompen. We reden s'nachts, ik reed voorop met de Guzzi en het licht valt ineens uit. En dan moeten we ook meteen
meteen een slaapplek nodig. Nou, gelukkig had ik José bij me. Want ik zie, die ziet gewoon ergens een muurtje in het landschap staan. En die wordt hartstikke blij. Want hij wist dat we weer een plek hadden om te kunnen overnachten. Nou, als je goed naar deze foto kijkt, dan zie je toch wel een beetje de waanzin in zijn ogen. We waren toch wel een beetje bang. Het was koud, het was loeikoud. We hadden niks eigenlijk. We hebben ook maar één tentje opgezet, want we zouden samen slapen om toch een beetje die warmte op te zoeken. Maar wat het eigenlijk een beetje op neerkomt, is dat we toch... Dit is het avontuur wat ik gezocht heb. Hier doe ik het voor. Gewoon afzien, in die nacht doorrijden, koud hebben. Maar ondertussen gaan hij en ik gaan echt als een speer. Hè. José is uiteindelijk een soort loopgraafmaatje van me geworden. Ik zie ons ergens in een oorlog in een loopgraaf en echt no pasaran. Niemand komt er langs. En zo voelden we ons. We hadden elkaar ook echt nodig. En ik maak een uitzondering. Het liefst reis ik gewoon in mijn eentje. Maar dit ging zo goed tussen hem en mij. Ja, hier zit je dan toch een vuurtje aangekregen. En het is een soort Stalingrad-achtige omgeving. Maar vergis je niet, ik had gewoon mijn smartphone bij me. En in elk land kocht ik dan een simkaartje. Had je gewoon voor $10 als je de hele maand internet. De foto die je ook net zag, deze ook, die kunnen we dan meteen uploaden. En dan kunnen we ook meteen de reacties lezen op Facebook. En bij die vorige foto las ik toch wel een paar keer van... nou gaat hij opgeven. Nou vindt hij het mooi geweest. Nou, echt niet. Al moet ik kruipend naar Tokio met die Guzzi op mijn rug. Ik zal altijd aankomen. Ik zal altijd finishen. Want ik doe dat voor mijn jongetjes ook. Hè. Ik heb die escape gevonden. Ik heb die manier gevonden om van dat zolderkamertje af te komen. En jullie hebben mij dat setje ook gegeven. En als het dan een beetje koud wordt, als Paulus koude voeten krijgt, dan zou hij wel met de reizen ophouden. Jij echt niet. Als ik stel, ik had het gedaan, dan zou ik de rest van mijn leven die lul, dat lulletje zijn geweest. Die wel even op van onze centen naar Japan ging en halverwege om zijn moeder begon te janken. Nee, dat doen we niet. Hey, hier is het echt hartstikke koud, maar had ik die telefoon bij me. En ik stond in contact met een ontzettend mooie vrouw in Nederland. En die stuurde mij allemaal mooie foto's op. Heel pikant ook. Dus ik had het vuurtje niet eens nodig om het weer warm te krijgen, joh. Dat is het leuke van deze tijd, hè. Je kunt je avontuur ook gelijk delen met mensen. Nou, dit is dan 's ochtends, is dat dan keihard weer de realiteit. Het is koud, mijn laarzen waren kapot, die waren gescheurd aan de zijkant. Ja, dat los je dan op deze manier op. En elke kilometer dat je zo kan rijden, is er eentje meegenomen. Ja, zo ziet het dan uit, hè, overdag. Gewoon een of ander lijp bushokje midden in de sneeuw. En toen wij er samen om dat kampvuurtje zaten, ik was heel blij achteraf dat er geen wodka bij ons hadden, hoor. Dus we waren nooit meer wakker geworden. Maar dat was echt toch wel een van de beste nachten uit mijn leven. Je doet dat, vergis je niet, hè. Ik geloof dat het ergens in januari is. Je bent avonturier, je bent op weg naar Tokio met die oude Guzzi, met een beetje geld. En dan kom je leuke Spanjaard tegen en dan... Ja, bleef het toch een goede gesprek rond het kampvuur. Dit is. Ik klinkt heel gek, maar dit is toch wel. Ik denk toch wel een van de gelukkigste nachten uit heel mijn leven. En dan s'avonds, als je denkt, ja, alles hebben we al een beetje gehad, hoor je ook nog wolven in de verte. Ja, dan kan je me echt opvegen, hoor. Uiteindelijk zijn die bergen mijn bevestiging geweest. Door die bergen. Laat ik het zo zeggen. Als het echt zwaar wordt, dan ga ik gewoon beter in mijn vel zitten. Dan wordt alles weer mooi en prachtig. Nou, José is, hij is katholiek. Excuses. Hij is katholiek, dus bij elk kruis gaat hij door zijn knieën. En ik vroeg nog aan een jongen, wat ben je nou aan het doen, joh? Ik vind jou helemaal geen religieus type. Nou, dan was hij dan wel een beetje. En ik zei, voor wie bid je eigenlijk? Nou, dan zei hij, ja, ik bid voor mijn moeder en voor mijn zusje. Nou, dan stelde ik nog voor dat die moeder en die zus eens een keertje voor ons gingen bidden. Nou, dat zou hij dan vragen. Dus zo brengen de dag wel door. Mooie plaat ook dit weer. Uiteindelijk reden we ook nog door... We zagen veel militairen langs de kant van de weg en dat bevreemde me. Maar later realiseerde ik me dat we heel dicht, dat feitelijk ook een beetje door Nagorno-Karabakh reden. Dat is een oorlogsgebied. Azerbeidzjan en Armenië hebben die al jarenlang ruzie om een gebied. Dat heette dus Nagorno-Karabakh. Eind jaren 90, een full-scale oorlog. En voordat wij het land binnentrokken was er nog een heel heftig vuurgevecht tussen die twee landen. Dus daar reden we dan doorheen om het avontuur nog compleet te maken. Na een paar meter van de weg staat er zo'n bord met mijnengevaar. Dus laat me komen allemaal. Laat me komen. Het is allemaal goed.
Nou, je ziet hier Iran-border, 37 kilometer. Dit bord is, het is 5 dagen lang een brandpunt van ons verlangen geweest. Als we dit zouden zien, dan zouden we het halen. En waarvan akte. Nou, mensen vragen me wel eens Paul, slaapt het toch een beetje? Hè? S'avonds in die bergen met die kou. Nou, zo zie je eruit. Na 5 dagen, weinig slaap, weinig eten. En uiteindelijk, ik was 53 hè, toen ik die trip deed. We waren zo gedreven om die grens te halen. En uiteindelijk word je gedragen door puur adrenaline. Dat is hetgeen wat je gewoon door die... wat je door die witte hel heen sleept. Maar echt uitslapen, rusten doe je helemaal niet. We waren echt back off. Nou, dan kom je bij de Iraanse grens. Ik heb geen visum, hè. Ik heb ook geen carnet. We zijn op de Bonnefoy, althans ik. Ik ben op de Bonnefoy vertrokken. En dan kom je aan bij de grens. En dan is de eerste reactie van die douanebeambte is hetzelfde als aan de Turkse grens. Jij moet terug naar Armenië. Nou, toen ik me achter mijn oren begon te krabben, ineens dit gaat hem niet worden. Dat gaat gewoon niet goed komen, dit. Dan hoor ik dus naast me, at your service, gentleman. Ik kijk over mijn linker schouder en ik zie hem staan, hoor. Hossein de fixer. De man bestond. Nou, had ik een of andere holbewoner bewacht, ik geef het eerlijk toe, maar Hossein de fixer... was een keurig kereltje met een mooie strak in het pak, met een leren aktentas onder zijn arm. Heel modieus brilletje op zijn neus en hij zou eens wel het land binnenleuren. Ja, ik kon gewoon echt niet geloven dat die kerel überhaupt bestond. Nou, en aan het eind van de dag, die Iraniërs waren ook zo aardig dat ik eigenlijk zonder visum, ik had zelf nog geen toestemming om het land binnen te gaan, mocht ik toch over die grens en mochten we in een ontvangsthal, mochten we de hele dag thee drinken. Maar ja, goed, die Hossein, die kwam ook, eind van de dag kwam die triomfantelijk op me aflopen en zei, Paul, jongen, gefeliciteerd, het is me gelukt, die motor is binnen. Maar het was een maar, dat was dat ik moest dan terug naar Armenië. Dus dan doet het zich het hele rare feit doet zich voor dat de motor welkom is in Iran en ik moest dan terug naar Armenië. Nou, ik vond het wel een bijzondere oplossing. Dus dan loop ik s'nachts terug naar Armenië en er was geen ontkomen aan. Over een platte brug, betonnen brug, plat, zo'n 200 meter lang, lichtmast aan weerszijden. Het was ook het enige verlichte object in de hele omgeving. Ik wist dat er hele grillige bergen om ons heen waren. En ik wist ook dat er aan de andere kant, bij de Armeense grens, had je van die wachtposten. En daar zaten dan sluipschutters in. Nou ja, ik heb een hoop verbeelding en die gaat om, terwijl ik loop over die brug, gaat die verbeelding me een beetje aan de lopen. Ik zag het zo gebeuren dat ik halverwege die brug, zou ik dan een collega spion, zou ik dan tegenkomen. We zouden elkaar even begrijpend naar elkaar knikken. En dan zou ik aan de andere kant van die brug, zou ik dan opgewacht worden door mijn landgenoten die ik al 12 jaar niet had gezien. Nou, weinig eten, weinig slaap, ja, dat doet uiteindelijk dat soort dingen met je kop. Hey, ik heb dat nachtje inderdaad doorgebracht. Volgende ochtend ging ik fluitend weer terug. En toen mocht ik door. Hossein had alles geregeld. Het visum was binnen. Het carnet was geregeld. Ja, en dan word je... Ja, ik vond het echt schitterend. Onvoorbereid, midden in de winter naar Iran. Niet echt een land waar je denkt, nou, dan ga ik op de Bonnefoy naartoe. Maar het is ons gewoon gelukt. Ik vond het echt mega. Hé, hey, dan ben je in Iran, hè. En ik lees ook op Facebook, mensen leven op dat moment heel erg met ons mee. En we lezen reisadviezen, dat sturen mensen door. Iran is niet echt een land waarvan je denkt, nou, daar ga ik eens even lekker gezellig naartoe. Het is gecompliceerd allemaal. Iran, het wordt geregeerd door, ja, excuses. Door een stelletje baardapen in soepjurken. Die bevolking van alles oplegt. Vrouwen moeten met een hoofddoekje lopen. Je mag geen alcohol drinken. Je mag eigenlijk niks. Het is een islamitisch land. Het heeft ook sharia-wetgeving. Ja, niet eigenlijk waar. Dat wil je ook niet zijn ook. Hè? Steun aan Hezbollah, steun aan Syrië. Ze hebben zelfs in Nederland, heeft de lange arm van Iran heeft aangereikt. Een paar mensen zijn er vermoord. Wat wil je eigenlijk in Iran? Maar ik had er wel goede verhalen van gehoord. En weet je wat nou de realiteit in Iran is? Het is gewoon dit. Oh, wacht. Nou, een landkaart dus. Wacht even. Ik zal even duiden nog die reis. We zijn in Tbilisi, volgende pijl. In Tbilisi zijn we begonnen. Armenië in. Dit is dat helse stuk. De witte hel, zeg maar.
En dan komen we hier aan. Dat plaatsje heet Nordus. Nu zijn we op weg naar, naar Teheran. En als we naar Teheran, als we weer gaan reizen, dan zien we alleen maar dit. We zien alleen maar blije mensen. Ik heb nooit in mijn leven zoveel blije mensen gezien als Iran. Die snelweg van Nordus naar Teheran, dat was een 6 maanden snelweg. En ik voelde me net een rockstar. Echt ongelogen. Elke automobilist stak zijn duim op. Zelfs vrouwen in een burka, tenminste, ik nam aan dat vrouwen waren, die staken al respectvol een duimpje op. Het was echt grandioos. Ik kreeg daar zo'n energie van die mensen dat ik me echt... Ik heb ook nergens zo welkom gevonden als in dit land. En Iran, dat gaat me door, joh. Mensen komen als vliegen op stropen, komen ze op ons af. Maar vergis je niet, hè. Het zijn hele... Ja, sowieso zijn het prachtige mensen. Het zijn Perzen, ze zijn allemaal goed opgeleid. Iedereen spreekt wel zo'n beetje Engels. En ze zijn zo nieuwsgierig naar je. Want ze willen zelf ook reizen. Maar ze realiseren zich ook, we zijn een pispaaltje van de wereld. Niemand wil ons hebben. Dus het is visa is gewoon heel erg moeilijk voor die mensen. Maar als er dan een buitenlander komt om, en die de moeite doet om hun land te bezoeken, dan word je echt als een koning worden behandeld. Ik vond het echt ontroerend gewoon. Ja, dat gaat zo maar door. Ik heb alleen maar dit soort foto's. Hey, mocht iemand mijn boek hebben gelezen, dit is mijn grote vriend Ali. Ali is een man. Lees mijn boek maar. Wat ik wil zeggen, zelfs mensensmokkelaars zijn aardig in Iran. Nou, dat zijn een aantal... uiteindelijk werd ik bevriend met iedereen. En, Iran is niet wat je denkt dat het is. Het is wat ik zei, mensen zijn enorm gastvrij. Oh, heel modern ook. In Teheran zie je die hoofddoekjes, die staan steeds meer achter op het hoofd. Ze zoeken ook steeds de grenzen op wat wel en niet kan. En dit is... Het €500 ben je er, hè? In Iran, heen en weer ben je dan. En je kan op het vliegveld kan je een visa on arrival krijgen. Dus je kunt eigenlijk net als ik kun je op de Bonnefoy naar Iran. En ik kan alleen maar zeggen, gewoon doen. Want dan kom je zo vrolijk vandaan. Als jij een low self-esteem hebt, of hoe zeg je dat in het Nederlands? Als je je niet zo prettig in je vel voelt, dan moet je gewoon lekker naar Teheran of naar Iran gaan. Dan kom je echt, dus een enorm blij mens kom je terug. Echt alle lof voor de Iraniërs. Echt chapeau. Oh, wat een goed volk, zeg. Echt te gek. Volkomen niet verwacht. Ik had wel verhalen gehoord van reizigers. In Iran word je als een koning ontvangen. Maar ja, het zijn ook maar weer verhalen. Maar ik heb het zelf ondervonden. Ik kan alleen maar zeggen, gaan. Ik ben nu in Isfahan. Prachtige stad, prachtige mensen weer. Ik vond het zo'n te gekke tijd. Ik heb 2 maanden in Iran doorgebracht, hè. En uiteindelijk was de bedoeling... Ik heb in een hotel gezeten. Voor de rest ben ik alleen maar bij mensen uitgenodigd. Het is echt ontroerend. Echt ontroerend. Ja, kijk, ik kan wel zeggen dat ik veel gereisd heb. Dus dan heb je favoriete landen. Colombia was altijd mijn favoriete land. Het komt puur door de mensen. Hoe de mensen jou als reiziger behandelen. En op dit moment is gewoon Iran nummer 1. Gewoon puur door de gastvrijheid. Hè. Het is... gaan jongens. Nou ja, dit is een tapijtenverkoper. Vergis je niet, ze zijn 6 jaar bezig met die tapijt. Er werkt dan een man of 6 aan toerbeurten. Daar voor €20.000 kon ik er eentje meenemen. Maar ja, goed. Ik zei dat ik geen plek had op de Guzzi. En daar had die man met een hele grote glimlach alle begrip voor. Nou, dit zijn mijn maatjes Babak en Arash. Dit is Babak, dit is Arash. Ik heb 1,5 maand met die gasten opgetrokken. Echt. En ik dacht van Iran ook. Hè. Ik had aardig wat wodka op. Voordat ik in Iran binnenkwam. En ik dacht, nou ja, dan ga ik eens even lekker een tijdje rustig aan. Niet roken, niet drinken. Even lekker gezond worden. Ja, ik was 1 nacht in Teheran. En de eerste nacht was ik in Teheran. Ik had al fles Jack Daniels naast me staan. En ik hou ook al van een jointje. Doe ik niet moeilijk om. En ik had een enorme toeter in mijn hoofd. Dus ja, je moet vooral de verhalen geloven. Wat men... Nee, laat ik ze... Zoals, je moet vooral de kranten lezen als je ingewijd wil worden in het land. Nee, naar mensen zoals ik luisteren. En die maken alleen maar mooie dingen mee. Het was echt een te gekke ervaring. 2 maanden, ik wilde eigenlijk 2 weken wilde ik er zijn. Maar ik voelde me zo chill. Voor mij is Iran een soort, ja, zeg maar het Colombia van het Midden-Oosten. Inmiddels heb ik afscheid genomen van José. Die heeft zijn reis vervolgd naar Dubai. En ik ben alleen.
Ja, dit is dan de skyline van Teheran. Dit is die Milad Tower. Ja, 's nachts is het net een hele grote toverstok. Het is een heel betoverend landje. Hey, ik neem na 2 maanden neem ik afscheid van mijn maatjes. Dit is Arash. Dit is Hossein die aan mijn motor heeft gewerkt. Ja, ik moet gewoon weer lachen als ik die gasten zie. Ik heb het zo goed gehad daar. Ik kon, theoretisch kon ik door, hè, via Turkmenistan, Oezbekistan, al die standstaatjes kom je dan op een gegeven moment uit in Mongolië. Dan ga je even naar links, dan rij je Rusland weer in. Maar ik heb me even verdiept in wat je allemaal voor visa moet hebben voor die landen. En ik had er eigenlijk helemaal geen zin in. Kijk, als het je wel lukt, hè, Turkmenistan, dan krijg je 6 dagen. Dan moet je optieven, dan moet je het land uit. Dan kom je in Oezbekistan, moet je een heel plan overleggen. Welk hotel, waar, hoe laat, wanneer, waarom, hoe. Ik had iets van, nee. Als ik reis, dan ga ik in feite, ik reis met de waan van de dag. Hè. In principe ga ik die denkbeeldige vogels achterna, die allemaal naar het zuiden gaan. En als ik dan zoveel moeite moet doen om een land binnen te komen, ik iets van, nee, gaan we niet doen. Nou, ik kan theoretisch kan ik naar Afghanistan, maar dan vlogen op dat moment de raketten nog altijd om je oren. Dus dat gaat hem ook niet worden. Ik besluit gewoon om terug te rijden. Dus die weg die José en ik hebben afgelegd, die ga ik nu in mijn eentje ga ik die weer afleggen. Nadat ik Goesie nog even getrakteerd heb op zon. Vergis je niet, hè, die motor heeft ook 4 maanden ellende over zich heen gekregen. Als je mijn uitlaten kijkt, hè, dit glommig, hè, nu is het net een sigaar zo bruin als ze zijn. Die motor heeft echt geleden. Hij is nu lekker in de zon, hier is hij aan het opdrogen. Dit is in een woestijn in de buurt van Isfahan. Ja, en dan wordt het gewoon terug om die reis weer, tijd om die reis weer, om weer terug te rijden naar Tbilisi. Je ziet het, hè, Iran border hier, hè, het brandpunt van ons verlangen. De sneeuw is weg, José is er niet meer. Ja, ik voel me toch weer een beetje verlaten, alleen, eenzaam. Ik mis mijn maatje ook, het avontuur wat we beleefd hebben. Dus ik knal gewoon in 1 keer door naar die grens in Tbilisi. Die 4, 5 dagen dat we onderweg waren, hè, door die sneeuw, heb ik gewoon in 1 nachtje heb ik dat afgeraffeld. Dan wil ik gewoon door. En dan kom je aan in het beloofde land, Rusland. Dit by far wordt echt het allerbelangrijkste land van mijn reis. Maar ook in Rusland, ja, het belangrijkste land. Maar de grap is ook, wacht even hoor, nee, kan ik me doorklikken of niet? Hoe doe ik dit dan zonder mij? Oh ja, even wachten. Kijk, het voordeel, het is het belangrijkste land, hè, van mijn reis. Maar het voordeel is ook, het is het ene laatste land van mijn reis. Dus in principe, qua administratie, qua grensleed, zeg maar, ben ik er bijna. Ik ga hier de grens over, zie je? Ik ben er bijna. Ik moet helemaal dit doen. Zie je? Volg mijn lijntje. Ik ga om Kazachstan, om Mongolië heen. Dit is Noord-China. En dan ben ik 13.000 kilometer verder. Dan ben ik in Vladivostok. Het ene laatste land van mijn reis. Welkom. En nou heb ik dat zo, dat filmpje. Sorry, ik moet af en toe even wat overleggen. Ja, en ook in Rusland heb ik iets van, hetzelfde als bij Iran, hè? Want mensen houden me toch een beetje op de hoogte van, nou ja, Paul, het beloofde land, Rusland, maar zou je dan wat doen, joh? Hebben we trouwens ooit wel iets leuks gelezen over Rusland? Weinig. Als je op de krant afgaat, als je op de tv afgaat, lees je alleen maar ellende over die Russen. Ja, zo'n beetje in elke oorlog zijn ze wel betrokken geweest, net als die Amerikanen. We hebben natuurlijk ook nog MH17, Nederland-Rusland, dat gaat voor een meter. Ook steunen allemaal dubieuze regeringen. Ik moet zeggen, ik beloofde land, één en laatste land, ik heb er zin in. Maar ik heb ook mijn bedenkingen. En dan ben ik ik ben 10 kilometer, zo zeg, er kwam een stukje rotti uit mijn keel. Ben ik 10 kilometer onderweg in Rusland, dus dit de eerste foto die ik maak. Rock'n'roll. Nou, Ina komt hier. Dit is de realiteit in Rusland. Kijk, wat we ook lezen van Rusland, dat het op een bepaalde manier een heel gek land is. Mensen denken heel veel wodka daar, dat doet ook iets met je. Maar ik denk ook door de omstandigheden om in dat land ook de omstandigheden waar die mensen moeten leven. Het is het grootste land van de wereld, by far. Vergis je niet ook, hè. Het is 400 keer groter dan Nederland. Op een paar vierkante kilometer na is het net zo groot als heel Zuid-Amerika. En dat doet iets met mensen, denk ik. Maar het bepaalt ook, zorgt ook voor, ja, wat ik zeg, bepaalde gekte, bepaalde vrolijkheid. En als ik...
Ja, als dit dan die eerste foto, echt letterlijk mijn eerste foto. Hoe is die? De eerste foto is, ja, dan voel ik me welkom. Dan heb ik gewoon enorm veel zin in. Dit is gewoon, dit gaat dan worden, dit wordt het avontuur. Nou wil ik, ja. Sorry, ik moet af en toe moet ik even overleggen met de man van de techniek. Want het, die heb ik dan nodig. Oh, en vergis je niet, hè? 400 keer groter dan Nederland. Enorm groot, bijna net zo groot als Zuid-Amerika. Verwacht niet in Rusland zoals Alpenritten, zonovergoten, mooie bochten. Nee, die Russen die kunnen die wegen niet plempen waar ze willen. Dus het zijn vooral hele vlakke ritten. Krijg je de muis weer? Oh, de microfoon doet het ook weer. Dan heb ik je muis nodig. Waar zitten we? Ja. Ja, oké. Okay. Maar dat is dus ook de realiteit, hè? Ja, sorry jongens. Af en toe... we moeten gewoon af en toe even wat doen. Ja, dit is dus ook de realiteit, hè? Rusland, eindeloze wegen. Eigenlijk de enige keer dat je op een dag stuurt, is dat je het terrein van de benzinepomp oprijdt. Voor de rest zijn het eindeloze stukken. Dan kan je denken, ja, super saai, wat doe je daar? Nou, ik vind het gewoon heerlijk. Ik heb een motor onder mijn kont die lekker loopt, die is mooi in cadans. Ik zie die eindeloze vergezichten. Kijk, op zee kan je iets van, ik geloof dat je op zee iets van 8 kilometer ver kan kijken, dan ben je aan de horizon. Dat geldt ook voor Rusland. Vergis je ook niet, ik ben niet fijn uit Bolivia vertrokken toen de tijd. En ik heb ook nog steeds bepaalde gedachten over Roxanne. Maar door die eindeloze wegen, door die wind die continu om me heen miauwt, zeg maar. Ja, waait alle nare gedachten die ik in mijn kop had, die waaien gewoon weg. En ik kom ook steeds beter in het zadel te zitten. Ik glijd steeds dieper in het zadel weg. Ja, dit is mijn krijger. Dit is mijn rechterarm, dit is mijn maatje. Ik zeg altijd tegen de jongetjes, dankzij Guus hebben we elkaar leren kennen. Deze motor is zo belangrijk voor me. Hij ziet er ook stoer uit, hij doet het altijd. Die eerste reis trouwens, geen klap verkeerd. Nu ook weer, 4 maanden lang, door de sneeuw gereden. En Guus die pompt gewoon in 1 keer door. Ja, dan kun je wel denken, het is wel erg rudimentair. Het is wel heel basic waarmee je onderweg bent. Ja, dat klopt, want ik wil dat ook zo basic mogelijk hebben. De reden dat ik niet zo'n hele dure adventure motor wil, is dat het gaat allemaal veel te makkelijk, joh. Het is met pinkjes kun je alles bedienen. Op Guus moet je werken, moet je knalhard werken. En ik zit ook vol in de wind. Het houdt in de... Ja, dat ik vanaf mijn knieën tot aan mijn nek staan al mijn spieren gespannen. Ik ben 54, man, ik zie er nog hartstikke strak uit. Dat heb ik allemaal die motor te danken. Het is ook een bepaalde workout, hè. Dan kan je denken, ja, ik kan ook wel een schermpje voor zetten. Maar dat wil ik dan niet. Ik ben ooit gaan motorrijden omdat ik graag buiten ben, hè. Als je op de motor zit, dan ben je onderdeel van die elementen. Je voelt de regen, de kou, de wind, de zon, alles. Dat voel je direct op je. Als je in een auto zit, en op de motor ben je niet film. In een auto kijk je naar een film. Je luistert naar de radio, je ruikt de geur van je eigen scheten. Ik vind er gewoon helemaal niks aan. Hier doe ik het voor. Dit is gewoon te gek. En het is een hele toegankelijke motor. Ook voor monteurs. Je kan overal heel makkelijk bij. En als je dan uiteindelijk wat verder op, als de motor omarmd wordt door een paar Russische ingenieurs, vliegtuigmonteurs, ja, dan weet je dat je een hele goede motor terugkrijgt. Ze hebben hier, dit is mijn maatje, dit is Jura, die komt in het boek voor. Hij heeft me enorm geholpen. Ik mocht in de garage van zijn bedrijf, werd er dan aan die motor gewerkt ook. Dus 2 dagen zijn ze ermee bezig geweest. Ze hebben echt die hele motor, alles nagekeken, remmen, olie, alle olie verwisseld.
heel fijn afgesteld. Was echt, eigenlijk was er van alles mis met de motor. Ze vonden het een wonder dat ik überhaupt zo ver was gekomen. En na twee dagen rekeningen af. Ik geloof dat ik een tientje afrekening voor de olie heb. Dus in twee dagen zijn ze ermee bezig geweest. Hè. En toen ik die garage uitreed, toen realiseerde ik me hoe Guus onder zijn kunnen heeft gereden al die maanden. Door die kou, door het steeds ook in lage versnellingen te rijden. Want ik trok gewoon een streep op het asfalt. Puur door het wegtrek. Dat is een beetje overdreven. Maar zo voelde ik me wel een beetje. Ja, te gek hoor. Dus het geeft ook wel aan dat het tussen mij en die Russen klikt het gewoon als een gek. Ik spreek geen Russisch. Maar Jura, maar onderweg is er altijd wel iemand die een beetje Engels spreekt of een beetje Duits. En als je het echt niet meer weet, dan pak je gewoon Google Maps en Google Translate erbij. En dan kun je gewoon met elkaar communiceren. Dus met die Russen heb ik een enorme klik. En als het Google Maps en Translate niet werkt, dan hadden we ook nog een bepaald gevoel. We voelden elkaar gewoon aan. Ik vond het echt. Kijk, uiteindelijk, wat ik zeg, Colombia was altijd mijn favoriete land. Toen werd het Iran. Maar nu is het Rusland en het gaat nooit veranderen. Ik vond het zo'n te gekke tijd bij die Russen. Dus ja, waar moeten we nu al naartoe? We moesten naar Servië. Hè? Waar moeten we naartoe? Jullie, hè? Dus, dat is, ik ben het een beetje voor jullie aan het uitstippelen. We moeten naar Iran en ook vooral niet vergeten om naar Rusland te gaan. Want ja, ook daar ga je jezelf de koning voelen. Dat is echt te gek. En dat is het mooie van reizen. Dat is waarvoor ik het doe. Om mensen ontmoeten. Om culturen te ontmoeten. Om me onder te dumpelen in die cultuur. Ik ga nooit naar een museum. Ik ga nooit dingen, oude gebouwen bekijken. Ik wil gewoon mensen ontmoeten. Ja, daar doe ik het voor. Want zij zijn het verhaal. Niet het landschap. Niet ik. Niet die Guzzi. De mensen die ik ontmoet. Daar gaat het gewoon om. Nou, dat gaat zo door. En dit is, zie je, dit zijn de Night Wolves. Dat is die club van Poetin. Poetin is daar, geloof ik, informeel, is daar iets van voorzitter van of erelid. Het zijn een beetje de Russische Hells Angels, geloof ik. Schijnen niet zo'n goede naam te hebben, maar ja. Als ik en mijn Guzzi dan het tentoonele verschijnen, dan. Ja, dan is iedereen als een was in mijn handen op een of andere manier. Iedereen is het vriendelijk naam. Het is echt te gek. Hey, dit zijn de Rattle Pistons. Dat is een motorclub in de buurt van. Geen idee. Ik ben wel voorbij Wolvograd. Ik ben een aardig eentje op weg in Rusland. En ik stopte gewoon langs de kant van de weg om wat water te drinken. En eigenlijk weet ik dan al, als je dan ergens stopt, dat je een invitatie op zak hebt. Want er stopt altijd iemand. En die is dan geïnteresseerd. Waar kom je vandaan? Nederland, waar ga je naartoe? Japan. Wow. Wat een eindrijden zeg. Nou ja, je wordt meteen uitgenodigd. Maar ik zeg, dit zijn de Rattle Pistons. En ja, leuke club, lieve mensen. Het ziet er allemaal uit als ex-militairen. Hele zware jongetjes, maar vergis je niet hoor. Hele zware jongens, maar vergis je niet. Het is allemaal echt vriendelijker kan gewoon niet. Wat je denkt dat je ziet, is het gewoon niet. Wat je denkt te zien is problemen, maar uiteindelijk zie ik alleen maar vriendschap. Deze jongens hadden afscheid genomen van een kameraad van hun. Een clublid, die had zich te pletter gereden op een auto. Vader van twee kinderen. En ja, nu deze avond gedenken ze hem en ik mocht erbij zijn. Ja, dat gedenken in Rusland, het is, houdt eigenlijk niet veel meer in dan ontiegelijk veel wodka drinken. En dan, hey, maar wat er ook gebeurt. Je hebt heel veel motorclubs, hè, in Rusland. En vergis ook niet, hè, de motorbeleving in Rusland is groter dan je denkt. En ze rijden niet allemaal op Jawa's, hoor. Maak je geen zorgen. Er komen daar, ik heb daar echt mooie motorfietsen gezien. Maar het land is zo groot en die bikers hebben niet altijd geld. Dus zijn de motorclubs, dat zijn dan hun invangnet, zeg maar. Je komt in een bepaalde stad aan, je belt een motorclub. En je zegt, ja, ik wil bij jullie komen logeren. Nou, dan word je meteen opgehaald en dan mag je zo lang blijven als je wil. Dan krijg je eten, je krijgt te drinken, je kan slapen. Je hoeft niks af te rekenen. Dat noemen ze dan een bikerpost. Dus elke club die heeft een gelegenheid om bikers uit andere steden, uit andere gebieden, uit andere staten van Rusland op te vangen. Met, het enige wat je hoeft te doen is dat jij net zo gastvrij bent voor de bikers waar je nu bent uitgenodigd. Dat is een ketting van motorclubs, van bikerpost die je gewoon kunt gebruiken. Het kost je niks, maar veel leuker is dat je dus met die Russische bikers in contact komt. En dat doe ik dus graag. Goed volk. Alles is goed volk. Ja, sorry. ja, we zijn in Kurgan. Kurgan is, ja, ik zal zo krijg je die kaarten zien.
Ik kreeg te horen dat daar een motortreffer was. Motortreffers is niet echt mijn dingetje hoor. Ik moet wel zeggen, in Nederland ben ik een paar keer wezen kijken, puur uit interesse. Want vergis ook niet, ik ben 20 jaar heb ik geschreven voor Motor Magazine. Dus ja, ik moet af en toe wel weten wat er in Motorland aan de gang is. In Nederland ben ik gewoon 4 keer geweest. Het is niet echt mijn ding. Kijk, motorrijden is voor mij niet speciaal een groepsding. Ik doe het gewoon het liefst in mijn eentje. Maar goed, ik ben een Kurgan. In Rusland, ik word uitgenodigd. Ja, dat moet je gewoon niet moeilijk doen. Dat moet je gewoon vooral heel erg nieuwsgierig zijn. Nou, kreeg ik een geel polsbandje om mijn pols. Een geel bandje om mijn pols. En dat gele bandje, dat hield in dat ik... Ik kwam als verste, heel toevallig. En dat hield in dat gele bandje, dat gaf mij recht tot gratis eten, gratis drinken, gratis overnachten. Ja, het kwam weer helemaal op me afwaaien. Het was een echt te gekke tijd. Het was een heel goed treffen ook. Ik werd ontiegelijk veel wodka gedronken. En veel mensen, maar geen onvertogen woord. Geen enkele vechtpartij. Heel veel respect en liefde voor elkaar. En hier zie je ook weer zo'n kerel waarvan je denkt... Nou, daar loop ik even toch wel met een blokje omheen. Maar ook hier geldt. Het is alles te zijn... Ja, ze hebben zulke kleine hartjes, maar ook weer groot op een of andere manier. Ik vond het echt te gek. Leuke mensen. 12 bands staan erop. Het was muziek de hele dag door. En... iedereen vrolijk. Het is fantastisch. Het was bijna een oud vliegveld, was het. Eind van de dag was er dan ook nog een race, een cross. En die ging dan met die Urals, met die oude bakken, weet je wel. Die M71 zijn het, geloof ik. En er werd nog flink mee geknald hoor. Ik lag wel helemaal in een deuk, want ik zag overal onderdelen van afvliegen. Er vlogen dingen, vlogen in de lucht over de kop. En iedereen applaudisseerde. Iedereen was blij. Er werd wodka gedronken. En aan het eind van de dag werd er zo hard geklapt dat er ongetwijfeld iemand had gewonnen. Maar niemand wist precies wie. En dat maakte ook niet uit joh. Het was gewoon lol. Het was leuk. Het was ook een bepaalde romantiek had het. Ja, ik vond het echt... daar moet je dus ook naartoe, hè, naar Kurgan. Ik zal, als je wil weten waar het was precies en hoe, dan schrijf je maar een keer. Echt een gek, leuke mensen. Hey, wat ik ook merkte van die Russen... Het is nog steeds bij de treffen. Die is te groot. Het was nog steeds bij de treffen. Die Russen wilden hun geschiedenis met me delen. Vooral hun moderne geschiedenis. Hè? Want vergis je niet, die Russen hebben toch wel een beetje het grootste oorlogsoffer gebracht van alle geallieerden bij elkaar. Die hebben alleen om de slag van Stalingrad zijn 1,5 miljoen zijn soldaten zijn omgekomen. En de Russen hebben die Duitse oorlogsmachine hebben ze ook weten te stoppen. En ik merkte dat ze dat graag met me wilden delen. Ik kreeg op dit treffen kreeg ik bijvoorbeeld van iemand, gewoon out of the blue, kreeg ik een sigarettenkistje. Aluminium was het gemaakt en ingegraveerd. En dat was van een van onze soldaten die in 1945, die was in Berlijn. Dus dan heb je gewoon een klein stukje geschiedenis in je handen. Ook een klein stukje geschiedenis wat je ook nergens kan kopen. Dat ontvang je alleen maar. Ik vond het zo te gek. En hier heb ik dus, hier hebben ze dan ook nog een Russische legerjas gegeven. Een geweldig ding. Loodzwaar vanwege al het wol wat erin verwerkt is. En in deze jas marcheerden ze toen de tijd Berlijn binnen. Ik vond het echt mega gaaf. Je ziet het, er gebeurt nog heel weinig op die jas. Het is zo kaal als een luizenei. En hier hebben die Russen hebben ze me dan als een kerstboom opgetuigd. Zie je dat? Ze hebben me zelfs kapitein gemaakt. 3 sterren. Dit is een baret van de luchtlandingstroepen. Want tijdens datzelfde festival was ik ook nog een keer uit een vliegtuig gesprongen. Dat werd me ook aangeboden. Dus ja, er gebeurde ineens van alles. Nu ben ik in de trotse bezit van een soldatenjas. Waarop kapiteinstrepen zitten. Ik ben uit een vliegtuig gesprongen. Dus I'm airborne. Hè? En dan heb je recht op een blauwe baret. Mensen in Nederland zeggen, ja, je moet die baret even plat maken. Ja, ben niet gek. Ik heb ook in dienst gezeten. Maar dat kan niet. Russen dragen hem zo, anders zie je dat embleem niet. Hè? Nou, fantastische tijd. De liefde voor Rusland, die is continu aan het groeien. Want ik voel me geborgen, ik voel me fijn. Ik maak alleen mijn vrienden. En ik ben met het boek bezig. Het materiaal stroomt er binnen. Er zijn veel dingen die ik niet vertel. En dan moet je mijn boek maar voor lezen. Dat Kurgan, dat was hier. En nu ga ik dan eindelijk... nu ga ik dan eindelijk Siberië ga ik in. Dat wordt iets van 9000 kilometer. Hier heb je dan de plaats Omsk, Novosibirsk, Krasnojarsk.
Hier heb je de plaats Ulan-Ude waar mijn pijl staat. Dat is een belangrijke plaats. Als ik dat weet te halen, dan weet ik dat mijn reis gewaarborgd is. Dan kan er niks meer gaan. Dan heb ik nog maar misgaan. Dan heb ik nog 3.500 kilometer. Eigenlijk ben ik het dan. Dit is het Baikalmeer. Dit is Mongolië. Om even te duiden waar ik nu ben. Dus ja, ik heb mijn motor loopt goed. Hij is enorm goed. Kijk, hoe werkt het nou? Ja. Hij is enorm goed nagekeken. Dus hij vlamt over die Russische tweebaanswegen. En we meanderen een beetje door het land. Hè. Het mooiste vond ik in Rusland nog. Het landschap is niet zo spectaculair. Hè. Want je ziet weinig bergen zoals in Europa. Het is allemaal vlak. Het is zo plat als een pannenkoek. Veel berkenbomen. Veel populieren ook. Maar die luchten, jongens. Oh, die zijn zo fascinerend. Zo mooi. Ik zat eigenlijk meer omhoog te kijken. Schuin omhoog. Dan recht voor me op het asfalt. Dat was echt te gek. Nou ja, kijk. Ik ben heel mee in het kamperen inmiddels. Dankzij José. Bespaart een hoop geld uit. Ik kampeer altijd in de buurt van de benzinestations. Want dan weten, er staan camera's. En er is altijd wel iemand die om me let. En 's morgens krijg je natuurlijk ook nog koffie. Altijd gratis. Vaste prik is dat. Daar kan je gewoon je klok op gelijk stellen. En je ziet inmiddels ook mijn pols. Hè? Die zijn helemaal vol behangen met goede energie van mensen. En dat is ook de reden dat ik het zo ver gehaald heb. Hè? Dus inmiddels Siberië. Ja, goede plaat hoor. Je moet kijken hoe plat het is, joh. En er zijn er mensen die zeggen dan, ja man, word je er niet helemaal simpel van. Alleen maar hetzelfde uitzicht. Nee, ik word er juist heel vrouw van. Kijk, als je door de bergen rijdt, dan word je ingesloten. Maar waarschijnlijk doet dat ook iets met je kop, met je zijn. Maar dit is alleen maar uitgestrekt wat ik zie. Ik ben open. Ik kom steeds beter in het zadel te zitten. Ik steeds beter in mijn vel. En ja, wat ik zeg, die nare gedachte, dat is niet onbelangrijk hoor. Over wat er allemaal in Bolivia gebeurd is. Dat is allemaal snel voor de zon is dat aan het verdwijnen. Ik ben nu bijna vrij. Echt te gek. Hey, en er komt zo meteen een filmpje aan. Ik laat hem lopen, het is 4 minuten. Het is heel akelig wat je gaat zien, maar ik wil hem toch even duiden. Of ik kan er ook misschien wel hier en daar wat stop zetten. In Rusland heb je tweebaanswegen, dat is hoofdzakelijk. Vroeger ging het vrachtverkeer over het spoor, maar na het vallen van de muren droogde die Sicilië op. Er ging toen ineens alles over de weg. Dus dat houdt in dat je soms kolonnes van 10 kilometer alleen maar vrachtwagens hebt. En er wordt ook veel aan die wegen gewerkt, veel verkeersopstoppingen. En ik probeer altijd weer dan als eerste bij zo'n stoplicht te zijn. Want dan hoef ik niet te wachten op al die vrachtwagens. En hier ben ik het ook aan het doen. Ik kan hem stoppen, hè, geloof ik. Dan kan ik. Ik laat gewoon even wat rollen. Wat je nu gaat zien is een heel akelig ongeluk. Oh ja, dat doe jij zo, ja. Dan ga. Ja, ik zie hem, ja. Hier. Dan gaat die uit. Uit. Maar als ik hem stopzet, waar moet ik dan doen? Eerst moet hij dan het filmpje aan me stopzetten. Ja? Dan moet je eerst eventjes gewoon hier, ik ga hem zo aanzetten. Ja? Oh, deze? Ja, hier. Ja, die uit. Oké. Hey, toch even duiden. Ik zie ineens een enorm ongeluk. Dat is niet ongebruikelijk in Rusland. Ik had er aardig wat gezien, maar... Oef, ja. Hier is wat meer aan de hand. Ik heb voor mijn gevoel... zijn er gewonden naar het ziekenhuis. Want mensen staan een beetje langs de kant van de weg. Roken een sigaretje. We zijn een beetje met de camera's bezig. En moet je eens even op deze kerel letten zometeen. Door hem heb ik helemaal het idee van... Dat ik eigenlijk gewoon door kan rijden. Net als de rest van het verkeerde. En nou doe ik... Wacht even. Deze. Ja, uit. En die deze. Aan, en dan op play. Thank you.
Ja, je ziet dat ik mijn duim nog opsteek. Ik ben eigenlijk best wel verward. Ik had ook niet een jongen in die auto verwacht. Omdat het verkeer maar doorrijdt. Hè. Dus ik volg mijn instinct. Ik klap die motor op de zijstandaard. En ik loop op hem af. En ik weet niks van EHBO. Maar op het moment dat ik zie dat die jongen er zo zwaar aan toe is. Dan moet je gewoon door. Dan moet je gewoon handelen. Dan moet je niet gelopen zeiken. Dan moet je niet denken. Nee, ik hou niet van bloed. Nee, dan moet je door. En dat is eigenlijk wat ik nu aan doe. You need something. Wait, lay down. Lay down. Nu kan ik praten, hè? Ja. Ja, oké. Ik zie dat die jongen zwaar gewond is. Die is niet alleen zijn gezicht. Hè. Ik zie ook dat zijn buik enorm opgezwollen is. En dan moet je handelen. Ik zei ook iets van, jij moet gaan plat liggen. Je moet, ik wilde dus net ook die stoel naar achteren leggen. Maar toen ik doe die achterdeur doe ik open. En toen zag ik pas de bestuurster. En die was er zo slecht aan toe. Die was echt aan het doodgaan. Dat voelde ik meteen. Het klinkt heel raar, maar dat is zo. Ze was er zo slecht aan toe. Ze lag met haar hoofd onder het stuur door. Alsof ze met haar hand aan de sleutels op de grond aan het zoeken was. Ik zag ook een bot, die stak uit haar arm. Het was heel akelig. En het was een hele akelige ademhaling. En dan komt die lul wel, weet je wel, die net voorbij liep. Hij ging later over zijn nek ook watje. En ik loop om die auto heen. En ik zie die vrouw echt compleet begraven in het staal van die auto. Het was toch wel bij far het meest akelige wat ik ooit heb gezien. Maar ik raak niet in paniek. Ik ben heel rustig. En dat moet je ook zijn op dat soort mensen. En ik werd ook wel een beetje boos hoor op een gegeven moment. Want ja, die Russen zijn zo goed voor mij. Maar ze waren zo apathisch naar zichzelf toe. Ik laat hem maar even doorlopen. Even moet ik dit doen. Rustig. Godverdomme, we hebben allemaal geen respect, stelletje klootzakken. Ja, godverdomme, stelletje klootzakken, dat komt er dan uit, joh. En wat vergis je niet, hè? Ik ben met die jongen ben ik bezig, ik wil hem helpen. En dan rijden ze gewoon bijna over mijn poten heen ook nog, hè, die Russen. En uiteindelijk vroegen zelfs automobilisten of ik dat matje met die gewonde jongen erop, of ik dat een beetje opzij kon schuiven, zodat zij er langs konden om op tijd op het avondeten te zijn. Ja, dan knapte gewoon wat, hoor. Ik vond het een hele nare ervaring, maar ik ben wel cool en daar ben ik heel blij om. Ik laat hem nog even doorrollen en dan, het is wel een beetje een keerpunt geweest hoor in deze trip wat er nu allemaal gebeurd is. Dus ik laat het toch even zien. Вот там за ее вот тем, 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 за ее вот т
Ja, wat een akelige shit, hè. Ja, ik moet... Zag jongens hem dan... Ja, kijk, na een half uur kwam die ambulance. En ja, ik vond al heel wat dat hij verscheen, hoor. Dat vergis je niet. We zijn in het hartje van Siberië, in de buurt van Krasnojar. En ja, in Nederland komt natuurlijk allemaal een reddingshelikopters en steunen voor je nek en weet ik veel. Hier wordt die jongens een zak met mel, wordt hij op het brancard geslingerd, hè. Ja, dat was niet best. Maar ik heb wel mijn ding kunnen doen. Ik ben nog steeds een beetje in de war. Het is niet best als je dit ziet. Maar het hoort wel bij het reizen op een of andere manier. Ja, als je veel door landschappen duwt over Gods Heer en wegen zoeft, dan kom je ook akelige dingen tegen. En die moet je dan ook accepteren. Je moet ook vooral wat doen, vind ik. Je moet vooral ook die telefoon niet in je handen houden. Je moet meteen alles wat je in je handen hebt, moet je laten vallen. Want als jij in je eentje in zo'n ziekenhuis, in zo'n auto zit, ja, dan vind je het ook zwaar gewond ook, hè. Dan vind je het ook fijn. Ja, als er iemand naast je zit die interesse hier toont. Die jongen, uiteindelijk heb ik wat meer te weten gekregen over het ongeluk. Die jongen heette Artem, was 17 jaar oud. Hij was inderdaad zwaar gewond. Zijn buik was enorm opgezet. Dat was de reden dat ik hem wilde laten liggen. Maar toen zag die moeder toch iets van, ja, moet juist die auto over. Anders krijgt hij zo'n trauma. Als hij ziet wat ik zie, dat vergeet hij zijn leven niet. Die vrouw die naast me zat, die zo akelig bij lag. Dat was zijn moeder, Ludmila. Ze was 37 jaar oud. De familie heeft nog foto's opgestuurd van een mooie vrouw. Een mooi golvend haar, van die groene ogen. Echt zo'n meisje die je dolgraag een keer in de kroeg wil ontmoeten. Maar die is na 3 dagen na het ongeluk... hij is overleden. De hartstil hield er mee op. Ze was lachend in coma. Artem, haar zoon, die heeft uiteindelijk een half jaar in het ziekenhuis gelegen. En na 2 weken kwamen de artsen erachter dat hij ook nog hersenletsel had. Hè? Om even aan te geven hoe sommige dingen in het buitenland vergaan. In Nederland, laat maar zitten, geen kritiek. Het was gewoon heel akelig. En ik vervolg dan mijn weg. Ik ben op weg naar... doen deze maar even. Ja. Ik ben op weg naar Irkutsk. Om dan vandaar dan weer verder naar Ulan-Ure te rijden. En mijn Facebook niet aan. Ik heb me toch wel wat gedaan, hoor, die trip. Ik zat er toch wel een beetje in de war op die motor. En dan kom ik in Irkutsk aan en dan ik open mijn Facebook en die is ontploft gewoon. Die staat helemaal vol met reacties. Wat is er nou gebeurd? Een of andere Rus die heeft een foto van mij gemaakt terwijl ik naast die jongen zat, toen ik zijn handje vasthield. En daarop kon de politie in Krasnojarsk, die kon mijn kenteken konden ze aflezen. Hebben ze al gegevens opgevraagd in Nederland. Zo kwamen ze bij mij. Waarom hebben ze dit allemaal gedaan? Omdat ze mij een orkonde wilden geven. Ze wilden mij een medaille geven. Omdat ik dus de enige was die iets deed. En door bij die jongen te blijven, door zijn handje vast te houden, heb ik ervoor gezorgd dat hij niet in een shock terecht kwam. En gezien zijn gewonden, waaraan hij zou zijn overleden, gezien zijn verwondingen, was het echt super slecht aan toe. Dus door je motor uit, door gewoon eigenlijk, wat heb ik nou gedaan? Ik heb helemaal niks gedaan. Ik heb zijn handje vastgehouden. Ik heb hem tegen me aangepraat. Wat ik niet heb gedaan is foto's maken, wat iedereen doet. Foto's maken, een beetje onverschillig voor je uitstaren, peukje roken. Ja, en dat levert dan dit soort dingen op. Ik snap er nog steeds echt helemaal niks van, hoor. Ik ben in Rusland. Ben ik zo'n beetje door elke krant, radiostation, tv-station ben ik geïnterviewd. Ik kan me nog herinneren dat RTU, dat is dan een groot commercieel zender vanuit Moskou, die belde me. En die verslaggever, die smeekt ook echt van, joh, Paul, alsjeblieft, vertel nog wat leuks over onze Russen. Want we schamen ons collectief echt helemaal te pletter. Dat er uitgerekend een buitenlander moest komen om die jongen te helpen. Terwijl wij allemaal toekeken. Nou, toen zei ik ook van... Nou, ik denk gewoon dat ik gewoon een supergoeie dag had. En jullie collectief met z'n allen een hele slechte dag. Ik kon er ook geen verklaring van geven, omdat die Russen mij zo enorm hielpen, hè, onderweg. Dus ik vind het akelig. Ik vind het helemaal niet... Ja, een week later komt het ook weer in Nederland, wordt het opgepikt. Mijn zus die zit op een gegeven moment om 7:30 zit naar het RTL-journaal te kijken met het eten op schoot. En die hoort mij ineens, die ziet ineens haar broer op tv. Godverdomme, stelletje klootzakken.
Ja, ik vind het raar dat ik mocht. Ja, nee. Ik, nou ja, kijk, de belangstelling is natuurlijk altijd goed, want ik ben met mijn boek bezig. Maar op deze manier hoeft het voor mij niet. Ik heb liever dat ik in de krant kom te staan, omdat ik de enige was die een vrouw hielp met bevallen, weet je wel. Ja. Nu neem je afscheid van het leven en ja, het is niet goed. Nee, waardeloos. Nee. Nou, maar ik ga toch door, hè. Je moet door. Ik ben nu onderweg naar Ulan-Ude. Het einde van die reis is aan het naderen. Ik kom ook in de buurt van Alaska terecht, zeg maar. Dus het landschap begint toch dramatisch te veranderen, hoor. Er komen zelfs bochten en de bergen, rivieren. Het ziet er allemaal een stuk mooier uit. En het leukste, mooiste vond ik nog in Siberië. Dat er die uitgestrektheid in die eindeloze wegen. En je rijdt dan in je eentje, dat doe ik graag. Dat gaf ik in het begin al aan. Ja, af en toe kom je gewoon een half uur niks, niemand tegen. Geen vrachtwagen, geen personenauto. En aan het eind van die dag, en die motor is dan mooi in cadans. Eind van de dag, dan gaat de wind nog eens liggen. Het wordt ietsjes koeler. En die lucht, jongen, het is zo fascinerend. Ja, ik voelde me echt een koninkrijk, hoor. Vergis je ook niet, door Siberië, dat zijn een van de meest afgelegen gebieden ter wereld. Daar duur je dan je eentje doorheen. Uiteindelijk voelde ik me zo safe in Rusland. Ja, ondanks het geweld op die wegen, althans het verkeersgeweld, dat ik gewoon s'nachts doorreed ook. Hè. Want ik had maar 3 maanden de tijd om Vladivostok te halen. Ik had verschillende entries. Dus het houdt in dat je het land uit kan en dan er weer in kan. Maar ik had er geen zin in, joh. Ik was toch een beetje moe. Die eerste 4 maanden in mijn eentje door die sneeuw en dan die helse rit met José, dat ongeluk, die enorme afstanden door Rusland. Ja, ik wilde wel door. En dan met zo'n motor, wat kan ik rijden? 500-600 kilometer per dag. Dan stap ik toch al redelijk afgerafeld uit het zadel, hoor. Ik ben er heel lang mee bezig, toch een uurtje of 14. Ik spreek met mensen, ik maak foto's. Ja, zo'n goezie, wat rij je nou? 100 kilometer per uur. En dan kijk je s'avonds, pak je je telefoontje erbij. Dan ga je, ja, kijk je rijkhalsend uit naar Google Maps hoe je bent opgeschoten. En dan zie je dat je niet meer dan een millimeter bent gevorderd. Dus Rusland stond toch wel in het teken van gewoon enorm veel kilometers maken. Ja, dan kom je in Ulan-Ude, de beloofde stad. Je ziet hier de kop van Lenin. Dat zijn eigenlijk een van de weinige communistische verwijzingen. Ik had er iets meer van verwacht. Maar hier word ik ook weer opgevangen door een verslaggever. Dit was trouwens David Koolmees, heeft deze foto gemaakt. David, ik hoop dat je kijkt. Die heb ik daar, dat is een Nederlander die ook een deur in Nederland achter zich dicht had getrokken. En die is ook gaan koersen door al die standstaten. En we kwamen elkaar hier tegen in Ulan-Ude. We hebben nog een dag enorm veel gedronken en goede tijd beleefd. Deze foto's van David. Ja, en dan ga je door. Nee, ik ga helemaal niet door. Ik heb nu dat... Sorry jongens, ik moet even... Oké, ik moet nu nog 3500 kilometer en dan sta ik in Vladivostok. Dan is in feite is het aan het harde werk, aan het ploeter is een eind gekomen. Dan longt het einde. En die Russen zeiden ook tegen mij van... Paul, we hebben echt gehoord dat jij een groot fan bent van kamperen. Maar het laatste stuk zou ik het niet doen. Dus het stuk tussen Ulan-Ude en Vladivostok... Doe maar niet, want dat doen wij ook niet. Het is gewoon veel te gevaarlijk. Het sterfte van de beren, het sterfte van de wolven. Nee, dan ben je gewoon niet veilig. Dus, doe ik dan ook niet. Hè. Ik luister naar die Russen. En niet gekampeerd. En ik zal je verklappen. Hè. Ik had het toch al... dan komt het wildlife komt op me af. Hè. Ik ga beren zien in die wolven, wel vanuit het zadel. En ik zal je verklappen dat ik de hele reis door Rusland... Het enige wat ik gezien heb, is los van een paar paarden, zijn 3 eekhoorntjes. Dus ik heb niet zo heel veel te vertellen over dat laatste stuk. Dat is ook een beetje het verwijt sommige van mensen dat ik hoor van... Ja, het lijkt wel of je boek een beetje als een nachtkaars uitgaat. Maar dat was ook helemaal niks, joh. Ik heb 4000 kilometer heb ik vrij snel afgelegd. Ik denk dat ik een weekje ben bezig geweest. Gewoon heel veel kilometers gemaakt. Dus ik heb er weinig over te vertellen. Maar ik heb er wel een cool filmpje over. Even geduld. Nee. Oh nee, die stond hier. Die stond... sorry jongens, we zijn even... hier stond hij op de Explorer. Ja. En dan kan hij groter ook, hè. En dan moet... Ja. 4 minuutjes. Ja, enjoy, 4 minuutjes. It's a long way to Vladivostok. 4 minuutjes. It's a long way to Vladivostok.
Thought that never changes remains a stupid lie. It's never been quite the same. No hearing or breathing, no movement, no color, just silence. Rise and fall of shame. Search that shall remain. We asked you what you'd see. You said you didn't care. Over 100 meter, sla rechtsaf. Laatste 200 kilometer, was toen niks misgaan. De beste adventure motor van de wereld. We're going get hurt. Stable against that. It won't help you much. Touch to get touched. Feed or defeat. Or get beaten or beat. It won't get you none. Now go or be gone. I wish I could lift you up. I wish I could make you laugh. I wish I could lift you up. I wish. Oh. Je kon praten. Het scherm ziet er wat anders uit. Waar zijn mijn foto's? Hey jongens, één biertje mag. Hè? Ik ben met de motor. Één biertje mag. Gezondheid. Hey, wie nu nog bij me is, die heeft shitvlees. Want ik merk dat ik het alweer dik 2 uur bezig ben. Het gaat ongemerkt, joh. Het gaat zo snel. Hey, it's a long way to Vladivostok. Hey, ik ben altijd, ook nu weer, hè? Ik ben toch altijd wel ontroerd als ik... Dat laatste moment van die Guzzi zie. Ik realiseer me dat, dat het voorbij is. Dat lange, het harde reizen. En die Guzzi heeft me echt naar de andere kant van de wereld gebracht. Ik stel nu echt... Ja... Ik heb echt een pokkenend gereden. Dat heb je wel gezien. Vooral in Rusland. In no time 13.000 kilometer elkaar gereden. En die Guzzi die ja, triomfantelijk rijden dan Vladivostok binnen. Het is ja, zoals een Ruiterse paard groeten. Zo doe ik dat bij Guus, mijn grote vriend. De onverzettelijke motor. De beste adventure motor van de hele wereld. Of verder buiten. En dan, ja, dan, is het ook, dan begint ook echt het allerlaatste land van mijn reis. Ik ben er bijna, ook nu. Hè. En ik realiseer me ook, het is een uithoek, hè. Zo'n windhoek in de wereld. 3 van die kernmachten bij elkaar, China, Noord-Korea en Rusland, wegwezen. Hè. Dit is dan de haven van Vladivostok, pas op voor die Russen hoor, want ik zag aardig wat van die schepen liggen. Dus meteen door naar Japan, het echte beloofde land. Hè. Ik heb ineens een bril op ook, ik zag al heel slecht tijdens mijn reis. En dan heb ik gewoon een Vladivostok een nieuwe bril gekocht. En dan sta je in Japan. In lost in translation. Toch wel een vreemde gewaarwording hoor. Om dan ineens om je bestemming aan te komen. Hey, hadden wij die kaart hè, die ik had in Bulgarije en Turkije. Die kaart die ze kon tegen de krip gooiden. In Japan kan je
Kunnen buitenlanders die kunnen pinnen bij de 7-Elevens of bij postkantoren? Nou, geloof me, ik heb elk postkantoor, elke 7-Eleven in heel Japan en verder buiten heb ik geprobeerd. Maar steeds kwam die kaart eruit. Terwijl ik in Rusland, ja, ik kon er gewoon heel makkelijk pinnen, geen enkel probleem. En hier lukte dus het niet. En dan kom je dus het land binnen met 60. Ik moest mijn motor opnieuw laten importeren. Dan moest ik ook een carnet of importeren. Daar moest ik dan $100 moest ik betalen om die motor te kunnen importeren, hè, in Japan. Dat is natuurlijk lekker als je weinig geld hebt. Maar ik voelde me ook wel een beetje verontwaardigd. Want die Japanners die vonden mijn Guzzi niet meer waard dan €100. Dan hield ik 60 erover. Dan zit je in een van de duurste landen ter wereld. Met €60 op zak. En ik gaf me gewonnen. Japan, ik wilde daar nog, ja, toch wel iets feestelijks van maken, hoor. Kijk, we weten allemaal dat de reis is veel belangrijker dan de bestemming. Maar voor Japan wil ik toch wel een uitzondering maken, hoor. Ik wilde dat mooi afronden. Ik wilde langs de westkust rijden. Zo'n beetje tot aan Sapporo. En Tokio wil ik, al die custombouwers wil ik gaan ontmoeten. Want in Japan worden mooie motorfietsen gemaakt, door los van de reguliere merken. Dus ik wilde hem eigenlijk onderdompelen in die cultuur. Ook de cultuur van het eten. De lekkerste keuken van de wereld staat in Japan. En dat valt dan helemaal in het niet door zo'n klote kaart. Dan zou je denken, joh Paulus, waarom neem je niet met een creditcard mee of zoiets? Nou, dan had ik gevraagd aan de bank. Maar die vroegen, waar kom je vandaan? Ik zeg, nou, ik woon in Bolivia en ik ben schrijver. Nou, dat vonden ze niet zo'n goed plan. Ik snap het eigenlijk wel een beetje, hoor. Dus die kaart, ik was veroordeeld tot die ene kaart. En die kaart had continu verrassingen. Ik ben nu nog een beetje langs die westkust aan het rijden. En dan zie ik eigenlijk het Japan dat ik ken uit films. Die samurai films, hè. Heel mooi, het was heel groen. Ik zag ook steeds van die mooie Japanse traditionele huizen met die rode dakpannen. Dat ze een beetje, ja, naar beneden glooit. Van die kristalheldere beetjes ervoor. Rijstvelden in de verte. En dan over die weg gingen dan van die mooie cederbomen. Die zorgden nog voor een beetje schaduw. Ja, ik vond het echt te gek. Maar geloven, met $60 doe je niet veel in Japan, hoor. Ik sta hier ook best wel stoer bij. Maar dan laat ik het zien. Ja, dat ook al heel goed uitzien. Zie je Che, hè, op mijn schouder? Ik heb hem ondertussen, nou, hij mag wel even gezegd worden. Ik heb hem heel mooi bij laten werken. Zie je dat? Dat heeft een grote vriend van mij, Frank, heeft dat gedaan. En ik heb die gewoon warm. Het is loeiheet. Het is zo'n 36 graden continu met enorme luchtvochtigheid. Dus ik zit zo op de motor. Het is gedaan met de kou. En ik vond het eigenlijk zo warm dat ik liever, dat ik eigenlijk nog verlangde naar de kou in Armenië. De kou met José. Nou, dan rij je door. En wat me eigenlijk opvalt, ja, je ziet niet veel mensen. En dat klopt ook. Kijk, dit is. Ik reed steeds door die dorpjes. En ik zag maar niemand. Ik zie wel steeds heel mooi onderhouden dorpjes, mooie wegen. Maar ik zag heel weinig verkeer en weinig mensen. En later kwam ik erachter dat al die dorpjes waar ik doorheen reed, die dorpjes aan de westkust. Hè? Dus de kust die uitkijkt op Rusland, op de Japanse Zee. Aan de andere kant van Japan is die tsunami geweest. En ik merkte ook dat. Nee, daar reed ik dan zo doorheen, 2:00. Ik zag met niemand. Ik dacht, nou ja, die Japanners zijn net zo luister. Die Bolivianen, ja, over die enorme lange siesta's. Maar later kwam ik erachter dat ik gewoon de spookdorpjes reed. Kijk, dit dorpje bijvoorbeeld, daar woont gewoon nog geen hond. De meeste van de Japanners, 90% van de Japanners, die wil in grote steden wonen. Die gaan wonen in Tokio, een stad van 42 miljoen inwoners. En ik snapte er maar niks van, joh. Kijk, in die steden, dat is, ja, waar wil je zitten? Tokio, dat betekent 20 vierkante meter, dat betaal je dan weet ik veel hoeveel duizenden yen voor. Terwijl de oplossing lag hier, aan die westkust, aan die mooie filmische kust. En er woont er geen hond. Iedereen is er weg. Het is zelfs zo gek dat ze gratis huizen willen weggeven. Ja, ik begrijp er niks van, hoor. Wat ik me realiseerde is dat niemand wilde in het paradijs wonen. Ze wilden allemaal in die betonnen omgeving van die oostkust wonen. Ik snap er niks van. Af en toe snap ik niks van mensen. Het gebeurt ook in Nederland, hoor. Het gebeurt overal ter wereld. Dat het land, het platteland, wordt ontvolkt en iedereen trekt als schapen naar die steden. Ik begrijp het niet. Nou ja, kijk, om aan geld te komen, moet ik naar de oostkust. Want daar heb je Western Union. Dat had je aan de westkust, had je dat helemaal niet. En een vriendin van mij, Sonja in Nederland, die stuurde dan geld op. En dan kon ik weer door. En ik ben nu aan de oostkust. En ik kijk maar naar mijn kop, joh. Ik vind er ook helemaal niks meer aan. De reis is voorbij.
Ik realiseer me ook dat die hele reis door Japan, dat deed er eigenlijk mijn hele reis als een nachtkaars uitgaat. En ik, ja, ik vond het verontrustend. Ik ben ook nu in een gebied waar elke verwijzing naar natuur is gewoon met gewapend beton overgoten. Ik vind er niks meer aan. Maar goed, ik heb wel één mazzel. Ik ben er bijna. Hè. Dit is mijn allerlaatste bike night. Ik ben José inmiddels ver voorbij gestreefd wat betreft van de slaapplek. Ik zie ze nu overal. Ik zie gewoon een parkeerplek en ik denk, joh, daar kan je lekker slapen. Ik rol dan mijn slaapmatje uit, slaapzak eroverheen. Ik doe alsof ik slaap en that's it. Ja, maar ja, mijn verhaal is gewoon niet goed. De reis is niet goed. Ik vind het, ja, ik had het liever mooier afgesloten. Maar dit gaat, ja, ik vond het echt zonde, jammer, bizar ook. En dan ben ik de volgende dag, sta ik 30 kilometer voor Tokio. Hè, en ik heb weinig geld op zak. En de telefoon van mijn batterij is gewoon leeg. Dus ik kan niet koersen op Google Maps. Ik moet nu Tokio in, maar ik weet gewoon niet wat ik moet doen. En als ik niet moet doen, dan doe ik niks. Dan zet ik mijn hakken in het zand en ik rook een peuk en ik wacht gewoon op de dingen die komen gaan. Nou, je hoort hem aankomen. Hè? Een Guzzi, die hoor je op een kilometer afstand. En ik hoor hem aan en ik zie hem ook de parkeerplaats oprijden. En ik denk, hey, verrek joh, dit is gewoon een V7. Dit is het jongere broertje van Guus. Er rijden iets van 5 rond in Japan. Ik heb de hele reis geen eentje gezien. Al een 30 kilometer vlummeet komt Guus zijn jongere broertje tegen. En ik loop op die gozer af. En ik zeg, joh, gefeliciteerd met je fraaie bike. En hoeveel heeft hij gekost? Wat ben je ermee van plan? Hij zegt, de fiets is helemaal niet van mij joh. Ik ben hem aan het testen. Ik zeg, testen, leg eens uit. Ja, man, ik ben multijournalist. Nou, dat geloof je toch niet? Hey, als je dit als... Stel, je schrijft een roman, hè. En je denkt, nou ja, ik heb toch een mooi einde nodig. En je verzint dit, dus dat Guus, dat wij. Daar eigenlijk ontmoet ik mezelf, hè. En Guus ook. Ik ben 20 jaar ben ik multijournalist geweest. Dan 30 kilometer voor die meet. Ja, ik kon het gewoon niet geloven. Hij dus ook niet. Hij vroeg nog aan me, hè, van, yo, wat een toffe fiets heb jij, man. Dat is een echte V7. Hij vroeg er van, hoeveel heeft het jou gekost om die motor naar Tokio te vervoeren? Per vliegtuig, hè. Ik zeg, nou, heb je even. Nou, dat had hij dus. En hij had meteen, ik dacht bij mezelf, als je dit verhaal hier kent, dan moet je een ander vak gaan kiezen. Maar ik kende het. En hij trok meteen een notitieblokje uit zijn achterzak, begon aantekeningen te maken. En er kwam er ook een fotograaf aan te passen. Ja, dit is zo wonderlijk. Dit is 30 kilometer voor een meter. Mijn allerlaatste dag tijdens mijn reis. En dit gebeurt er. Nou, ik kon het nauwelijks geloven. Ik denk zelfs dat Gaziano, die heeft ook meegedaan hoor. Ik denk al die goden elke god, die heeft zich er mee bemoeid. Ik denk dat zelfs de keizer van Japan had iets van. Ja, die reis van Paul, die moet gewoon christelijk afgesloten worden. Er moet een mooi eind komen. En dan gebeurt er dit. Ja, ik heb er geen woorden voor. Hey, en Yukumori, nou ja, het is een hele rare Japanse naam. Hij zei, ik ga verhalen over jou maken, man. En als tegenprestatie zou hij me dan Tokio binnenleiden. En dan zou hij me voeren naar een punt waar mijn reis echt afgelopen was. En toen we daar aankwamen, kijk, hier zijn we. Oh, nee, hij zou dus... dat gaat even te snel. Hij ging een verhaal over me schrijven. En dit is het bewijs dat hij dat ook gedaan heeft. Dit is echt een topverhaal. Er wordt ongetwijfeld gezegd van enorm stoere biker ik ben. Het is vooral plaatjes kijken, maar het bestaat. Hè? Het heeft allemaal plaatsgevonden. En dan op een gegeven moment sta je hier en zegt hij, gefeliciteerd Paul. Je staat aan het eind, je hebt het gehaald, je bent een held. Ja, hier is dus waar de reis afloopt. Dit is een bizar verhaal, toch? Het is allemaal echt gebeurd, hè? Dus, een jaar geleden zat ik te verpieteren op dat zolderkamertje. Had ik dat dwaze plan om dan al die randen te gaan rijden. Om met geld van jullie door de winter op een stokoude motorfiets. Ik ben zelf ook niet de jongste meer. En dan sta je daar hoor. Ik vond het al wonderlijk gegeven. Uiteindelijk is die Guzzi met een vrachtboot teruggegaan naar Nederland. Ik vond een vervoerder. En ik zei tegen die kerel, joh, ik heb niet zoveel haast hoor. Ik ga naar mijn jongetjes in Bolivia, dan ga ik mijn boek schrijven. Nou, dat nam die wel erg letterlijk. Want ik had me eerder mijn boek af dan dat Guus in Nederland stond, een jaar later. Hé, en dat ben je nog steeds niet in Bolivia, hè? Nou, heel simpel. Het laatste traject is niet zo heel erg interessant. Je pakt gewoon een vliegtuig en naar
anderhalf jaar een stietje beloning. Ja, daar word ik wel even stil voor, hoor. Ik vond het wel echt, het is me gewoon gelukt, joh. Op mijn manier, kijk, ik had een baan kunnen vinden in Nederland. Ik had gewoon, ja, maar dat is mijn ding niet. Dat is niet, dat is, je moet vooral niet dingen gaan doen waar je niet goed in bent. Ik zag dit, ik zag die reis. Ik wist ook dat ik het zou halen, koet, kakoet. En dit is het dan, dit zijn mijn grote schatten. Dit is waarvoor ik het doe op mijn manier, hè, op mijn manier. Dit is San Sebastian. Dit is Santiago. Ik ben in september ben ik in Nederland aangekomen. Ik heb ze al een half jaar niet gezien. Ik mis ze echt als een gek. Over twee weken mag ik weer terug naar Bolivia. Dan ga ik die jongetjes weer in mijn armen sluiten. Hey, ik heb nog één noot op mijn zang. Ja, wat ooit begon als een lange trip om te ontgiften, om die stress uit mijn lijf te krijgen, dus van Alaska naar Argentinië te rijden, dat heeft geresulteerd in een boek. En dit is het tweede boek. En in mijn boeken vertel ik ook over mezelf. Want ik vind het toch wel belangrijk dat jullie weten wie het stuur van die Guzzi vasthoudt. Hè? Dat ben ik. Dus ik vertel over mijn moeder, ik vertel over mijn vader. Ja, ik vind het gewoon belangrijk. Een soort derde laag en onderlaag is een boek aan te geven. En nou doet zich het feit voor dat ik in Nigeria ben geboren in Kaduna. Kaduna, dat ligt in het gebied waar Boko Haram heel erg actief is. Dus ik denk dat ik onbedoeld, dat ik toch die trilogie waar ik 15 jaar geleden aan begonnen ben, dat ik die af ga ronden. Ik wil het proberen om over een dikke anderhalf jaar weer in een zadel te zitten. En dan van Amsterdam naar Zuid-Afrika te koersen. En dan Nigeria als hart van het verhaal. En dan ga ik terug naar de wiegen. Dan ga ik terug naar de oorsprong. Het is die Guzzi heel erg goed bevallen om weer op de plek te zijn waar hij is geboren. En dat gaat mij ook gebeuren. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ik hier over 3 jaar weer zit, dames en heren. Hey, mag ik jullie... mag ik die twee mensen die lange rit samen met mij hebben uitgezeten, mag ik die hartelijk bedanken. Nou, ik hoop natuurlijk dat er wat meer waren. Dit is voor het eerst dat ik dit gedaan heb. Ik vond het ontzettend leuk. Ik hoop dat jullie het ook fijn vonden. En misschien heb je er wat van opgestoken. Het lijkt me niet, hoor. Het lijkt me niet. Dus ik wens jullie een enorme prettige nachtrust. En wie weet gaan wij elkaar nog een keer zien in een landen. Ik dank jullie hartelijk.